Welkom bij Online Nederlands en welkom bij deze les over Nederlandse literatuur uit de Renaissance. De Renaissance, dat is de periode die direct volgt op de middeleeuwen, en deze les is dan ook een uh, natuurlijk vervolg op de vorige les over Middel-Nederlandse literatuur. Um, je zult ook merken als je de vorige les hebt gezien dat er een paar zaken even kort worden herhaald, maar er wordt ook echt. Verder voortgeborduurd op wat er allemaal al is ingezet in die vorige les. Het is dus ook bijzonder handig uh, dat je eerst de eerste les over Middel-Nederlandse literatuur bekijkt voordat je verder gaat met deze film. Maar ook zonder de kennis van uh, de vorige film is deze film prima te volgen en uh, zal de film hopelijk een behoorlijk volledig beeld geven van de Nederlandse literatuur in de Renaissance. De Renaissance. Uh, in Nederland hebben we het dan over de 16e en met name de 17e eeuw. De 17e eeuw is de bekende gouden eeuw, waar uh, de welvaart ineens enorm werd in Nederland. En dan centreerde zich dat vooral rondom Amsterdam. Maar er gebeurde ontzettend veel. De Renaissance was een bijzonder turbulente periode. En als je denkt aan een turbulente periode, moet je niet denken aan de Turbulentie van de huidige tijd met uh, zijn high-tech, uh, waarin alles digitaal mogelijk lijkt en waar auto's als, als kogels over de snelweg schieten en uh, waar een computer in een mum van tijd berekeningen maakt waar vroeger hele teams weken aan moesten rekenen, of uh, waarin je met je smartphone, met je mobiele telefoon in verbinding staat met de rest van de wereld, desnoods mensen aan de andere kant van de wereld. Die kun je gewoon in de ogen kijken terwijl je met ze praat. Nee, over die turbulentie heb ik het niet. Maar, let op: de Renaissance na de middeleeuwen. Dat was toch wel de tijd waarin complete wereldbeelden op hun kop werden gezet. Als jij in die tijd dacht te weten hoe de wereld in elkaar zat. Was de kans groot dat dat totaal veranderde? En ook machtsverhoudingen veranderden totaal. Koningen die eeuwenlang onaantastbaar leken, die gewoon absoluut de baas leken, hun macht hadden gekregen van God en daarom de baas waren, rechtmatig. Ineens bleek dat niet meer zo te zijn. Ineens had het volk met hulp toch wel. Heel veel te zeggen en kon de koning niet meer alles bepalen voor het volk. Er gebeurde zo ontzettend veel dat ik ook in deze les, net als in de vorige les, keuzes moet maken. Ik moet kiezen. Ik kan niet alles behandelen. Maar dat is op zich niet zo erg, want het doel van deze les is om een achtergrond te creëren waar tegen je de verhalen die je gaat lezen, hopelijk uit de 17e eeuw, Kunt plaatsen. Ik zal het toelichten met een schema dat ik vaker gebruik. Z B O. En dat staat voor zender, boodschap, ontvanger. Als je meer lessen hebt gezien van online Nederlands, zal dat geen verrassing meer zijn. De zender, ja, dat is in de communicatie degene die bijvoorbeeld iets zegt. De boodschap is datgene wat hij zegt. En de ontvanger is dan de luisteraar. Als we dat even vertalen naar literatuur, dan is de zender. De schrijver, het verhaal dat hij schrijft, is de boodschap. En de lezer, ja, dat ben jij, dat is de ontvanger. En um, je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat als je te maken hebt met een zender, een schrijver uit de 17e eeuw, die verhalen schrijft op de manier zoals dat gebruikelijk was in de 17e eeuw, dat het dan voor een moderne lezer, Heel raar over kan komen. Een moderne lezer zal van veel dingen niet weten wat hij ermee aan moet. En daarom is het zo verstandig en handig om meer te weten over de tijd waarin uh, de schrijvers leefden en de verhalen ontstonden. En dat is ook precies het doel van deze les. Ik ga proberen een beeld te schetsen van de wereld waarin de literatuur van de Renaissance ontstond. En daarom zal deze les ook, net als de vorige les, verdeeld zijn in twee delen. Ik zal eerst ingaan op de geschiedenis. En um, de manier waarop ik dat doe, sluit ook aan bij de vorige les. Want ik zal achter en volgens de drie verschillende standen, maatschappelijke standen, uh, die in de middeleeuwen zijn ontstaan, um, die zal ik ook gebruiken bij de behandeling van de geschiedenis van de renaissance. Dus. Ik zal eerst ingaan op de kerk. Hoe verging het de kerk vanuit de middeleeuwen door de Renaissance heen? Hoe verging het de adel in de Renaissance? En ik zal besluiten met de burgerij. De burgerij die in de late middeleeuwen steeds meer macht kreeg, steeds meer ruimte kreeg. En die, dat is logisch, natuurlijk een steeds grotere rol ging spelen in de Renaissance. Zodra ik dat behandeld heb zal ik ingaan op de literatuur en ook daarin moet ik keuzes maken en ik heb ervoor gekozen om uh, vijf dichterschrijvers te behandelen en uh, ik zal natuurlijk Vondel behandelen, ik zal Hoofd behandelen, Huygens, ik zal Bredero behandelen en uh, Jacob Katz zal ik als laatste behandelen. En ja ik zou er meer kunnen behandelen. Uh, denk aan uh, uh, Fokkenbrog of uh, Gerard Brand of uh, Jan Fossius. Maar ik moet een keuze maken. En over het algemeen, als literatuurgeschiedenis wordt behandeld, wordt er vooral ingegaan op deze Renaissance-schrijvers. Deze Nederlandse Renaissance-schrijvers. Goed. De geschiedenis. Zoals ik al zei, ik begin met de kerk. En als we het Haven over de kerk vanuit de middeleeuwen, dan hebben we het over de katholieke kerk. De katholieke kerk met zijn monniken die al die handschriften aan het maken waren, al die teksten aan het overschrijven waren, met uh, pastoors die het volk vertelden uh, hoe ze de Bijbel en in God moesten geloven, uh, de, de priesters en natuurlijk aan de absolute top van de katholieke kerk, de paus. De paus die werd gezien als de plaatsvervanger. ...van Jezus toen hij naar de hemel rees. Petrus, een van zijn discipelen... ...was dan de eerste paus. De plaatsvervanger van Jezus. En... Um, ...ik had in de vorige les ook al verteld... ...het is eigenlijk dankzij die kerk... ...die uh, kon blijven bestaan vanuit de oudheid... ...door de middeleeuwen heen... Uh, ...omdat die Germaanse volkeren... ...ook dat christendom hadden geaccepteerd. Dankzij die kerk zijn ook veel teksten uit de oudheid bewaard gebleven. En um, ja, als je in de late middeleeuwen uh, je wilde ontwikkelen, wilde studeren, ja, was je toch wel afhankelijk van de kerk, waar je kon leren lezen en waar je allemaal teksten tot je beschikking had. En dat is wel heel interessant, want het zijn dan ook voornamelijk uh, uh, gestudeerden die aan de kerk geleerd waren, ze waren gewijd, sommigen waren ook priesters. Maar die geleerden ontdekten ook die teksten uit de oudheid en die gingen ze bestuderen en die kwamen getriggerd door die teksten uit de oudheid en die theorieën die er waren in de Griekse en de Romeinse tijd, kwamen tot andere inzichten. De middeleeuwen had ik in de vorige les verteld. Dat was een theocentrische maatschappij. Alles stond in het teken van God, of in ieder geval God was de absolute top, en in je leven moest je er naar streven om in de hemel te komen. En ik wil niet zeggen dat het zomaar ineens veranderde. Dat is absoluut niet zo. Dat is heel geleidelijk gegaan. Maar wat wel interessant is, is uh, dat die uh, mensen die gingen studeren en verbonden waren aan de kerk, dat die door die teksten uit de oudheid Nieuwe ideeën kregen. En zodoende ontstond het humanisme. En kijk eens naar die term humanisme. Het woord uh, human. Engelse human. Mens staat erin. Hé. Hey, dus meer gericht op de mens. En denk nou niet gelijk dat God werd losgelaten. Want dat was absoluut niet het geval. Um, als, uh, om dat te verduidelijken. zal ik even ingaan op Petrarca. Petrarca, um, die, dat is de grondlegger van het humanisme. Nou, die kun je eigenlijk niet loszien van het katholieke geloof. Hij is opgegroeid in Avignon. En uh, misschien weten sommigen van jullie dat, maar de paus heeft niet altijd in Rome gezeten. Hij heeft een periode in Avignon gezeten. Nou, hij is daar opgegroeid en op het moment dat de paus weer terugging naar Rome, is het hele gezin met de paus meegereisd. Dus je kunt nagaan hoe dat gezin verbonden was. Aan het katholieke geloof. En ook Petrarca, uh, ja, die uh, heeft zich op een gegeven moment ook laten wijden in het uh, katholieke geloof. En is daar gaan studeren en uh, heeft veel gelezen. Uh, maar waarom noem ik nou juist deze man? Hij was dus verbonden aan het katholieke geloof. Hij is de grondlegger van het humanisme. Um, maar er is nog iets bijzonders wat ik over hem moet vertellen: hij is namelijk. De grondlegger, of ja, waarschijnlijk zal het wel eerder bestaan, maar hij is degene die het sonnet populair maakte. En het sonnet is een speciaal soort gedicht. En dat gedicht ziet er als volgt uit. Je ziet hier een voorbeeldje. Uh, dit voorbeeldje is overigens niet van Petrarca, maar van Bredero. Maar het is wel uh, een, een sonnet met de vorm die Petrarca populair heeft gemaakt, en bevat ook motieven inhoudelijk die uh, passen bij Petrarca. Maar het is dus van brederoom, maar hier kan ik wel laten zien hoe zo'n sonnet eruit ziet. Je ziet hier dat het bestaat uit twee keer vier regels, dat noemen we quatrainen, en twee keer drie regels. En dat noemen we terzine of terzette, oftewel 4, 4, 3, 3. En uh, zo'n sonnet heeft ook een uh, vast rijmschema, dat is. Uh, A B B A A B B A en dan moet ik even kijken C C D D E E Zo kun je zien met het ABBA hoe die regels op elkaar rijmen. Dus in de eerste kwartrijn heb je omarmend rijm. Ja, de eerste rijmt op de vierde en de tweede op de derde en dat geldt ook voor het tweede kwartrijn. Nou, en zo kun je dat hele schema volgen. En er is nog iets Bijzonders aan dat sonnet. Um, na de achtste regel. Dus zeg maar tussen. Uh, ja, tussen het octaaf. Zeg maar na acht regels. En het sextet. Dus voor die zes. Daar heb je een wending. Een inhoudelijke wending. Meestal. Want daar werd nog wel eens van afgeweken. zul je straks trouwens ook zien. Um, Zo'n wending werd ook wel een volta genoemd. Of een chute. Maar in ieder geval. Inhoudelijk veranderde iets. Nou, waarom ga ik hier nou zo uitgebreid op in? En ik zal zo meteen ook ingaan uh, op uh, dit sonnet, want dat wil ik je toch even laten uh, lezen. Het is een van mijn favoriete sonnetten van Bredero. Maar wat is er zo bijzonder? Um, even terug naar Petrarca. Toen Petrarca aan de studie was, leerde hij een vrouw kennen: Laura. Alleen die vrouw heeft hij nooit kunnen veroveren. Die vrouw die is ook met een ander getrouwd, maar Petrarca heeft ontzettend veel sonetten geschreven voor die Laura. En daarin bezingt hij haar schoonheid, maar ook schoonheid op zich. En dat is bijzonder, want ineens kreeg schoonheid een plek in de kunst. Ja, in de middeleeuwen was Kunst er vooral om een moraal, om een, om een wijze les. En nu ineens, dankzij Petrarca, hebben we het sonnet en de schoonheid in de kunst. En dat is toch wel een hele bijzondere wending. We hebben dus het humanisme, het sonnet en de schoonheid. En nou, voordat ik verder ga, lees ik even dit gedicht van uh, Bredero aan jullie voor. Vroeg in de dageraad de schone gaat ontbinden, den gouden blonde tros, citroenig van kleur. Nou, dat gaat misschien iets te snel, maar vroeg in de dageraad, dus in de ochtend, de schone, de mooie, gaat ontbinden, den gouden blonde tros. Dus het lijkt net alsof we het hebben over een vrouw die ochtends wakker wordt en haar uh, haren losgooit. Maar als je goed kijkt. Zou je ook kunnen zien dat hij hiermee verwijst naar de zon. De zon die opkomt en in plaats van haren de stralen losgooit. Zie die mooie dubbelzinnigheid. Citroenig van couleur. Gezeten in de lucht, recht buiten achter de deur. We hebben dus te maken met de zon. Daar groene weigaard loof ooit lauwe muur beminde. Dus buiten de deur, daar groeide ooit loof. Tegen een muur die warm gemaakt was door de zon. Dan beven amoureus de liefelijkste winden in het gele, zijdig haar, en groeten met een geur haar goddelijk aanschijn, opdat zij deze keur behield van dagelijks haar daar te laten vinden. Nou ja, de schoonheid van de opgaande zon wordt beschreven met de liefelijkste winden, en uh, het is prachtig. Gelukkig is de kam verguld van elpenbeen. Gelukkig is een kam, en dan moet je ineens weer denken aan een kam die je door het haar haalt. Verguld van elpenbeen. Elpenbeen is ivoor. Dus we hebben het over een dure ivoren kam. Die deze vlechten streelt. Dit waardig zijnt alleen. Alleen deze kam is het waardig om die vlechten te streelen. Gelukkig het snoer dat in haar dikke tuiten mijn zielen mee verbindt. Het snoer waarmee de vlechten van het haar worden verbonden. Zie je de hele tijd die vergelijking, impliciete vergelijking tussen de zon en een mooie vrouw. En om het hoofd gaat besluiten. Dus de kam is gelukkig en het snoer dat het haar mag vastbinden, dat is ook gelukkig. En dan zie je ineens hoewel. Als je lessen leesvaardigheid van online Nederlands uh, hebt gezien, dan weet je hoe erg ik hamer op signaalwoorden. Ook hoewel geeft een tegenstelling aan. En kijk eens hier. Hier wijkt Bredero eigenlijk af van de sonnetregeltjes van Petrarca. Want de uh, wending zou eigenlijk moeten zijn na het tweede kwartrein. En soms zie je trouwens ook op dat het na het eerste terzet komt. Maar wat doet hij, wat doet Bredero? Bredero hij laat de wending komen in de ene laatste regel van het gedicht. Hoewel ik het liever zie, wilt golvig naar zijn gunst. Hoewel ik het, het haar, liever wild golven zien zoals het wil. Het schone van natuur passeert door alle kunst. De schoonheid van de natuur is altijd mooier dan dat van de kunst. Kijk eens hoe keihard het, hij het heeft over de schoonheid van de natuur, maar ook dus over de schoonheid van de kunst. En dit hebben we eigenlijk te, te danken aan die eerste humanist. Petrarca. Trouwens, even heel snel, dat had ik in de vorige les uh, ook gezegd, die, die termen middeleeuwen en renaissance, die zijn ook bedacht door de humanisten. Ja, die, die zagen de middeleeuwen echt als middel, als tusseneeuwen, omdat toen opnieuw de oudheid werd ontdekt. Ja, dat heb, ik, dat heb ik in de vorige les uitgebreid verteld, daar ga ik nu niet te lang op in. En renaissance, ja, dat betekent wedergeboorte, oftewel... De wedergeboorte van datgene wat in de oudheid al was gemaakt. Opnieuw ontdekken van de oudheid. Nou, Petrarca, de humanist. Ja, dat, is al, dat was al echt in de 14e eeuw. In Italië waren ze toen al een stuk verder. De eerste echte Nederlandse humanist, of in ieder geval de bekendste, dat is Erasmus. En uh, ook Erasmus. Was verbonden aan de katholieke kerk. En waar is Erasmus vooral bekend van? Hij heeft een, een, een boekwerkje uitgebracht. En dat heet De lof der zotheid. Nou, en dat is wereldberoemd onder kenners van de literatuur. Lof der zotheid. Wat doet Erasmus daar? Die uh, voert een, een spreker op. En dat is een zot, een gek, een nar. En die nar. Die vertelt van allerlei dingen hoe fantastisch het is. Maar ja, omdat hij een nar is, bezinkt hij natuurlijk juist zijn lof, het mooie van alle dingen die fout zijn. Oftewel, via een nar heeft Erasmus kritiek op allerlei zaken in de maatschappij. En ondanks dat hij direct verbonden was aan de katholieke kerk, stelde hij ook absoluut misstanden van de kerk aan de kaak. In zijn boekje Lof der Zotheid. En um, hij vertelde gewoon wat er allemaal niet goed was aan die katholieke kerk. Nou ja, en dan zul je denken: van nou, waarom keert hij zich dan niet tegen die kerk? Ja, dat heeft hij gewoon niet gedaan. Hij vond dat hij daarbij hoorde en ook daarbij moest blijven. Hij voelde zich dus ook niet thuis bij bijvoorbeeld uh, Maarten Luther. Maarten Luther, die uh, in 1517 zijn 95 stellingen publiceerde. Ja, het verhaal gaat dat hij ze op de deur van een kerk timmerde. Ik weet niet of dat echt waar is, maar dat waren wel uh, de bekende stellingen waarmee eigenlijk de Reformatie begon. Reformatie opnieuw vormen. Het was een begin van een aftakking van de katholieke kerk. En uh, om even boel in perspectief uh, te plaatsen, Maarten Luther wordt altijd genoemd en in één adem met hem wordt ook altijd Calvijn genoemd, nou even voor de duidelijkheid. Calvijn was acht toen Maarten Luther al bezig was met zijn stellingen. <coughs> maar, wat ik in ieder geval wil laten zien, want we hebben het over de geschiedenis van de kerk. Binnen de kerk kwamen er dus al nieuwe beelden, maar op een gegeven moment, zeg maar op een kwart van de 16e eeuw, was er duidelijk sprake van groepen mensen die zich afscheiden van de katholieke kerk? Ja, bijvoorbeeld de handel in aflaten. Een aflaat was iets wat je kon kopen, daarmee kocht je je zonde af. Nou, dat is natuurlijk zo krom als een hoepel. Daar waren mensen niet langer mee eens. En vooral de noordelijke Nederlanden, die waren enorm gecharmeerd van uh, het Calvinisme. Die. Uh, de Reformatie ging daar keihard, ik kreeg daar ontzettend veel aanhang. En als ik het heb over de noordelijke Nederlanden, moet je eigenlijk denken aan het gebied zoals Nederland er ongeveer nu uitziet. En um, er kwam wel een tegenbeweging vanuit de Katholieke Kerk, wordt dan ook de contra-reformatie uh, genoemd. Want ja, daar zagen ze natuurlijk ook wel dat er veel zaken niet in de haak waren. Um, maar dat mocht niet water. De Reformatie was al zo erg in gang gezet. En op een gegeven moment waren de Nederlanders het zo ontzettend zat, dat de beeldenstorm opkwam. De beeldenstorm. Kijk eens achter mij, daar zie je een beeld van een katholieke kerk. En in de katholieke kerk had je allemaal beelden van heiligen in glas en lood en gewoon echt standbeelden die hoog geplaatst tegen de verschillende zuilen aanstonden. Mensen zetten zich af tegen het katholieke geloof en wat deden ze? De beeldenstorm. Ze ramden echt gewoon al die beelden kapot. Ja, achteraf kun je zeggen, ja, zonde cultureel erfgoed. Maar dat was de reactie. Um, <kling> nou, dan zul je denken: oké, okay, Reformatie geweest. Prima, niks aan de hand, we gaan weer verder. Nee, natuurlijk niet. Ook binnen de Reformatie, de, de gereformeerden, ook binnen die groep kwam weer. Twee strijd, twee spalt. Want aan de ene kant had je de remonstranten en aan de andere kant de contra-remonstranten. Onthoud het even, want dit komt straks weer terug als we het gaan hebben over de adel en de burgerij. Maar om even kort te gaan. De remonstranten geloofden dat als je als mens probeerde deugdzaam te leven, goede dingen deed, dat je dan een plek in de hemel kon verdienen. Terwijl de contra-remonstranten meer. ...van het idee waar nou God heeft van tevoren al bepaald hoe het gaat... ...want hij is immers almachtig. Hij is immers almachtig. Dus uh, wie ooit voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje... ...oftewel, jij bent voorbestemd. Het, het werd dan ook de predestinatieleer leer genoemd... ...wat de contra-remonstranten hadden. God heeft van tevoren bepaald, je maakt wel een kans of geen kans... ...op het plekje in uh, de hemel. Er gebeurde dus nogal wat in die kerk. En nou, uiteindelijk hebben we zelfs iemand die openlijk het idee oppert dat er misschien helemaal geen hemel is. Dat we dat idee van God in de hemel waar je terecht komt na de, de dood, dat dat misschien helemaal niet klopt. En dat was Spinoza. Spinoza durfde dat gewoon echt op te schrijven. En ja, daar is hij ook flink uh, door in de problemen gekomen. Hij moest absoluut vluchten. Hij was zijn leven niet veilig. Um, maar wees voorzichtig. Uh, geloof nou niet meteen dat Nederland helemaal atheïstisch is geworden. Want ja, als ik kijk naar uh, de generatie van mijn ouders of mijn opa en oma. Ja, die, die zaten nog vreselijk vast aan de uh, Rooms-Katholieke Kerk en um, ja, ikzelf uh, was, ja, was niet echt te handhaven op een basisschool en ik werd toen naar een strenge evangelische andere basisschool ge, uh, overgeplaatst en daar kreeg ik ontzettend streng les uit de Bijbel. Vond ik overigens fantastisch en ik heb er ontzettend veel profijt van gehad toen ik later in Nederland ging studeren. Um, maar um, ja, toen ik jong was, heb ik uh, uh, ook kort iets gehad met uh, een meisje ja, dat nog helemaal vast zat in het geloof. Zij was de tweede generatie van artikel 31. Ja, dat was een geloofsgemeenschap die zich weer hervormd had van de hervormers. Nog strenger, nog strenger, nog strenger. Dus als je nagaat dat ik dat allemaal nog heb meegemaakt, geloof dan niet dat Spinoza die uh, ja toch uh, ver in de 17e eeuw leefde dat die echt het toonbeeld was van hoe Nederland toen was zwaar atheïstisch want het is namelijk absoluut niet het geval maar duidelijk is wel dat de rol van de kerk in de geschiedenis enorm aan het veranderen was nou genoeg over die kerk dan komen we nu bij de adel <tacht> Um, voordat ik daarop inga, even iets laten zien. Uh, de Renaissance en de late middeleeuwen. Dat in die periode vonden en werd er ook ontzettend veel uitgevonden. Bijvoorbeeld uh, uh, het kompas. Het kompas bestond al wat langer, maar in de late middeleeuwen werd het gewoon uh, goed genoeg om, uh, te om het te gebruiken voor de zeevaart. Nou ja, en dan. We weten we allemaal wat er gebeurd is? Want Columbus heeft op een gegeven moment besloten: weet je wat? Ik ga het gewoon eens proberen. Ik ga eens even via de andere kant van de wereld proberen India, het, het oosten, te bereiken. Ik kan toch ook via de westkant, als ik maar lang genoeg doorga, want de aarde was toch rond? Ja, wij vinden dat niet meer dan normaal, maar je kunt nog zo hard geloven dat de aarde rond is. Je moet toch maar even de eerste zijn die. Durft om daar helemaal rondomheen te gaan varen. Nou ja, Columbus met zijn kompas, hij is het toch gaan doen. Um, ja, wat was er nog meer aan de hand? Uh, oh ja, er werd uh, geloofd lange tijd dat de aarde het middelpunt was van het uh, heelal, dat alles, de, de, de planeten die we zagen, daar omheen draaiden en daarbuiten waren sferen van engelen. En hoe verder je wegging, hoe hoger die engelen. Waren in, in rang en stand. En ja, toen werd toch ontdekt van, hé hey, wacht eens even, nee, niet de aarde is het middelpunt van het hele land. Nee, de zon. En wij, wij draaien daaromheen. omheen. En, um, oh ja, er werd ook lange tijd gedacht dat als je ziek was, dat dan de vier basiselementen, aarde, vuur, water, lucht, dat die in jouw lichaam uit evenwicht waren. Dus wat moest een dokter doen, een geneesheer? Nou, als je ziek was, die moest gewoon bedenken van, oh, um, waar heb je te veel van? Oh, je hebt heel veel gal. Nou, dat is te veel vuur. Nou, dat betekent dan dat er meer water bij moet of we halen dat gal eruit. Ze dachten echt van, nou, we moeten gewoon ervoor zorgen dat die vier elementen weer in evenwicht waren. Nou, dat veranderde ook, want kijk eens hier naar dit overbekende schilderij. Daar wordt gewoon de anatomie van de mens, het lichaam wordt. Helemaal uit elkaar gehaald en onderzocht. En, um, nou ja, de boekdrukkunst, daar hebben we het over gehad. De boekdrukkunst die ervoor zorgde dat niet alle teksten meer hoefden te rijmen, want je hoeft het niet te onthouden. Nee, er, er konden heel snel nieuwe teksten gemaakt worden en verspreid worden. En dan de uitvinding waar ik eigenlijk naartoe wil werken, namelijk de uitvinding van het buskruid. Ja, ik weet het wel, in China bestond het al langer, maar uh, in de late middeleeuwen konden ook gebruik uh, gemaakt worden van buskruid in de strijd. Hé, hey, en denk dan eens even aan de adel. De adel behield zijn macht door strijd. Ja, weet je nog dat feodale stelsel met die koning bovenaan, en helemaal bovenaan God, maar die koning, en dan uh, leenmannen die een deel van het rijk mochten gebruiken in ruil voor bescherming. Nou... Hoe ging die bescherming, hoe ging die strijd? Ja, met pijl en boog en met, met zwaarden. Dus hoe rijker je was, hoe groter je leger was en hoe groter de kans was dat jij je macht kon behouden. Maar dan heb je ineens buskruid. Ja, en dan veranderen ineens de machtsverhoudingen. Ineens veranderde de complete strijd. Ineens kon je met een veel kleiner leger, een veel groter leger uh, uh, overwinnen. Ja, je kunt nog zo goed zijn met je zwaard. Maar als je ontploft, dan ontplof je. Dus je ziet al alleen door deze uitvindingen al, dat de machtsverhoudingen veranderden. Het was allemaal niet meer zo zeker dat je de baas bleef als je maar eenmaal uh, het grootste leger en de meeste leemannen had. Nou, je ziet hier staan Karel de Vijfde. Karel de Vijfde had een enorm rijk. En Spanje viel daaronder. En uh, zoals je goed kijkt zie je ook dat eigenlijk heel Duitsland, wat nu Duitsland is, daaronder viel. Maar je ziet ook de Nederlanden. De Nederlanden vielen onder Karel V. Karel V, Spaanse koning. Koning van Spanje. Misschien gaat er al een uh, belletje rinkelen. Alleen Frankrijk niet. Frankrijk zit er als een soort rare hap uh, tussen. Maar. Uh, Karel V, die uh, was de grote koning. Um, en die moest al een beetje met ledenogen aanzien. dat uh, de reformatie in de noordelijke Nederlanden uh, populair werd. En toen Karel V stierf en zijn zoon uh, Philips II het overnam. toen werd die strijd steviger. Want Philips II vond gewoon: ja, wat krijgen we nou? Ik ben de koning. Ik ben de baas. Ik ben katholiek. Dus mijn volk is dat ook. Dus. Wat is die gaan doen? Die is echt strijd gaan leveren. Ja, die is echt met uh, legers naar boven gegaan. Hij stuurde trouwens zijn uh, uh, hertog van Alfa. Alfa heb je vast wel eens van gehoord. Um, om de Nederlanders in de pand te hakken. En ze allemaal weer in het gareel te krijgen. En vooral katholiek te krijgen. Um, maar het volk gaf zich niet zomaar gewonnen. En het volk kreeg hulp van de adel, de wat lagere adel. En de 80-jarige oorlog begon toen, 80-jarige oorlog. Uh, de 80-jarige oorlog was van 1568 tot 1648. 80 jaar zat nog een 12-jarig rustperiodetje in, een 12-jarig bestand, daar kom ik nog op. Maar die 80-jarige oorlog bestond, uh, begon met de strijd om de slag om Heiligerlee. En als je goed kijkt, Heiligerlee ligt helemaal bovenin in Groningen. En daar waren twee broers van Willem van Oranje, dus niet Willem van Oranje zelf, die voor het eerst echt strijd leverden tegen de Spanjaarden. En daar begon de opstand tegen de Spanjaarden. Nou, Willem van Oranje heeft op een gegeven moment die strijd overgenomen, maar hij heeft wel getwijfeld. Want ja, hij is als adellijke opgegroeid. En hij heeft dus ook geleerd: ja, de koning heeft de macht van God gekregen. Ja, dat oude feodale idee. Um, moet ik daar nu wel tegen in opstand komen? Nou ja, uiteindelijk heeft hij blijkbaar gevonden dat de Spaanse koning te ver ging in de Nederlanden. En heeft toen het zwaard opgepakt en is gaan strijden voor de Nederlanden. Nou. Toen Willem aan het vechten was, moest er natuurlijk ook propaganda gemaakt worden, reclame gemaakt worden. En wat doe je dan? Je schrijft een lied. En daar komt ons huidige volkslied vandaan. Het Wilhelmus. Ik heb er 1572 achter gezet. Het is niet helemaal zeker of het echt uit 1572 komt. Maar duidelijk is wel dat het is ontstaan vlak nadat Willem van Oranje echt um, de strijdbel heeft opgepakt tegen de Spanjaarden. En ik wil heel even stilstaan bij dat lied, het Wilhelmus. Uh, de meeste van jullie kennen waarschijnlijk het eerste couplet. Het wordt altijd gezongen aan het begin van een voetbalwedstrijd. Maar, je ziet hem hier. Het lied bestaat uit veel meer coupletten. Sterker nog, het bestaat uit, en dan moet ik even snel rekenen, 6 plus 6... Plus 3, uit 15 coupletten. Waarom reken ik nou 6 plus 6 plus 3? Nou, dit lied noem je een acrostigon, acrostigon en een c. Wat is een acrostigon? Een uh, acrostigon is een uh, gedicht waarbij de eerste letters van bijvoorbeeld een couplet, in dit geval een couplet, maar het kan ook met de regels zijn de eerste letters van een regel, maar hier is elk eerste letter van een couplet. Als je die letters achter elkaar zet, krijg je een woord. En in dit geval een naam. Als je de eerste letters van deze vijftien coupletten achter elkaar zet, krijg je Willem van Nassov. Zou je denken, Nassov? Hey, heeft de schrijver een vergissing gemaakt? Nee, de V in die tijd was volstrekt hetzelfde als een U. Ja, een W werd ook wel eens geschreven als twee U's. Naast elkaar, dus eigenlijk staat er Willem van Nassau. Maar door te spelen met die U en die V, had de dichter wel wat meer vrijheid met hoe hij die, die eerste regel kon laten beginnen. Het is dus een acrostigon. En een acrostigon is een typisch Redenrijkersgedicht. Daar kom ik later nog op terug. Um, we hebben dus in totaal 15 coupletten. Trouwens, boven het laatste couplet staat een Prins. Dat is ook typisch iets voor Redenrijkers. Ik ga even in op de twee bekendste coupletten. Het eerste, dat begint met een W van Wilhelmus van Willem. En het zesde, nou als je nou even snel nadenkt, Willem van Nassau. Dat betekent dus dat het zesde couplet begint met een M. En ik ga die twee coupletten even met jullie lezen. En dan zul je zien dat je daar die twee strijd van Willem van Oranje in terugvindt. Van moet ik nou wel vechten tegen de koning van Spanje of niet? Komt ie. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Den vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood. Doet bloed. We weten niet precies hoe het klonk, want we hebben geen geluidsopnames. Maar ga er, van, ga er maar vanuit dat het ruimt. Maar dat is wel raar. Ben ik van Duitse bloed? Ja, dat klopt. Hij was ook Duits. En. Nederland werd ook nog gezien als Neder-Duits. Dus ja, zo'n groot onderscheid was er ook weer niet. Een prins van Oranje ben ik vrij onverveerd. Onverveerd is ik ben niet bang. De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Hé, hey, dat is toch raar? In dit lied, dit strijdlied, geuzenlied ook wel, zegt hij. Ik heb de koning van Spanje altijd geëerd. Ja, maar je gaat er nu wel tegen vechten. Hoe zit dat dan? Nou, gaan we naar het zesde couplet. Mijn schild en de betrouwer zijt gij, o God, mijn Heer. Hij beroept zich nu op God. In zijn strijd. Daar kom ik straks op terug. Op u, zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. God, verlaat mij niet in mijn strijd. Dat ik toch vroom mag blijven. Uw dienaar taler stond. Ik zal altijd uw dienaar blijven. De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. Hij zegt dus: ik ga wel vechten tegen die koning van Spanje, want dat wat hij nu doet, dat zal God waarschijnlijk nooit goed gevonden hebben. Dus Kijk nu even weer terug naar dat feodale stelsel zoals ik dat in de vorige les beschrijf. Met de koning bovenaan, maar stiekem daarboven nog een keer God. Eigenlijk zegt Willem voor zichzelf nu, Wilhelmus zegt voor zichzelf nu. Ja, ik mag vechten tegen de koning. Omdat ik trouw blijf aan de nog hogere koning, namelijk God. Het Wilhelmus. Goed, Willem gaat strijden, maar wat gebeurt er? Willem gaat dood, hij wordt vermoord. Misschien ken je dat verhaal wel. Dan moet hij opgevolgd worden. Nou, uh, de oudste zoon van Willem, die zat gevangen in Spanje, dus dat kon niet. Maurits. Maurits was pas 17, maar Maurits nam het over. En Maurits was blijkbaar een goede krijgsheer. Hij was succesvol. In de strijd. Daar kom ik later nog op terug als we het hebben over de burgerij. Maar Maurits neemt het dus over. En in de tijd dat Maurits zo uh, succesvol was op het slagveld. gebeurde er nog iets heel bijzonders. Dat noem ik alvast. Dat is namelijk de val van Antwerpen. Je moet je voorstellen: uh, Philips II stuurt zijn legermacht naar Nederland. om daar van onderaf aan de hele boel weer katholiek te krijgen. Dus waar begin je dan? Ja, als je goed kijkt naar die kaart, je ziet dat alles nog veel wateriger was in de Nederlanden. En waar kom je dan aan met je vloot als je om Frankrijk heen moet? Ja, bij Antwerpen. En uh, in 1585 uh, viel Antwerpen, viel in handen weer van de Spaanse koning. Nou, ja, en wat gebeurt er op een moment? Dat de stad dreigt te vallen. Alle mensen met hersens. die gestudeerd hebben. of die rijk genoeg zijn. om zich goed te laten inlichten. die vluchten. En waar vlucht je dan naar? Je vlucht ver weg. Naar boven. Want de vijand komt van onder. En waar kom je dan logischerwijs terecht? In de eerstvolgende havenstad. waar je je dagelijkse leven. van handel en alles weer voort kan zetten. in Amsterdam. Dus eigenlijk hebben we voor een groot deel het aan de Spanjaarden te danken die de rijke geleerde Zuid-Nederlanders omhoog joegen naar Amsterdam. Daaraan hebben we te danken dat wij in Amsterdam in ieder geval zo'n grote Gouden Eeuw hebben meegemaakt. Maar goed, dat was dus in de tijd van uh, Maurits. Maurits maakt ook mee dat het uh, twaalfjarige bestand wordt belegd. Er wordt twaalf jaar niet of nauwelijks gevochten tegen de Spanjaarden. Nou, wat moet je dan doen als je een legerleider bent? Ja, dan ga je maar met de politiek bemoeien. Nou, daar kom ik straks op terug. Na twaalf jaar wordt in 1621 de strijd weer opgepakt. Maurits gaat ook dood. En de volgende zoon van Willem van Oranje neemt het over. Frederik Hendrik. En die vecht zich ook helemaal kapot. En die maakt. Jammer genoeg voor hem net niet het einde van de tachtigjarige oorlog mee, want in 1648 wordt de vrede van Münster getekend. Hij is net een jaar te vroeg gesneuveld. Zo verging het dus de adel. Moet je nagaan wat een turbulente tijd. In de kerk verandert er van alles in de tijd van de renaissance. De adel vecht elkaar helemaal de pan uit. En dan kom ik nu op de burgerij. Want we hadden al gezien, eind van de middeleeuwen, de burgerij deed het steeds beter. Uh, er werd handel gedreven, steden ontstonden, uh, er kwam een rijkdom bij de burgerij. Nou, en als er rijkdom is, is er ook vrije tijd. En als er vrije tijd is, dan is er ook kunst. Want daar kom je alleen aan toe als de rest allemaal goed geregeld is. En um, wat je ziet, is dat Nederland was verdeeld in gewesten. Je kunt ze een beetje vergelijken met de provincies uh, van nu, maar deze gewesten waren ja, eigenlijk uh, economische eenheden, eigenlijk korte, uh, uh, eigenlijk kleine landjes op zich, met meestal één stad centraal uh, die de dienst uitmaakte, die het allerrijkst was en die ook het meest betaalde om de baas te kunnen spelen. Uh, in Utrecht had je de stad Utrecht, in Holland heb je de stad Amsterdam. Nou goed, um, die gewesten die werkten wel samen. En hoe deden ze dat? Ze hadden eens in de zoveel tijd hadden ze een centrale vergadering. Die verschillende staten gingen samen overleggen en dat werd dan de Staten Generaal genoemd. Hé, hey, ik weet niet of je maatschappijleer hebt gehad, maar daar ligt de basis. En Zo'n staten-generaal heeft ook een soort voorzitter nodig. Zoals we nu zeg maar een minister-president hebben. Nou, um, dat was er toen ook. We hadden toen een raadspensionaris, werd ook een landsadvocaat genoemd. En um, die staten-generaal en die gewesten geven dus eigenlijk aan dat de burgerij zichzelf begon te besturen zonder de adel, het werd een eigen macht. En dat leverde interessante en ook dodelijke tafereelen op. Ik ga even in op de allerbekendste uh, landsadvocaat die we hebben gehad. We zijn er wel meer bekend geweest en er komt er zelfs nog eentje langs in dit verhaal. Maar ik heb het over Johan van Barneveld. Johan van Oldenbarneveld, um, die was raadspensionaris en voorzitter. en Regelde alles zo strak dat er eigenlijk niks van landsbelang meer kon gebeuren zonder dat het bij hem langs was gekomen. Hij, was dus, hij had dus een behoorlijke machtspositie. Maar kijk nou eens goed, we hadden ook nog de adel. Maurits vond zichzelf ook de leider van de Nederlanden. Hé, hey, twee kapiteins op een schip. Dat kan bijna niet goed gaan. Wat wel interessant is om te weten is. Uh, op het moment dat Willem van Oranje doodging. Nou, moest er een opvolger komen. Maurits was toen nog maar 17. en het is nota bene Johan van Oldenbarneveld zelf. die zijn best heeft gedaan. om ervoor te zorgen dat Maurits de opvolger werd. van uh, Willem van Oranje. De legeraanvoerder Maurits die bijzonder populair was. Op een gegeven moment zie je iets gebeuren. waar je, ...waaraan je kunt zien dat de burgerij eigenlijk de adel meer gebruikt... ...en niet meer ziet als iets, als een, als een uh, machtcentrum waar ze aan moeten gehoorzamen. Want, wat is er namelijk aan de hand? Um, de, de Nederlandse handelsvloot had nogal last van uh, kapers rondom Duinkerken. Dus, wat zei Johan van Oldenbarneveld, Maurits, ga jij met je leger daar naartoe, Duinkerken, uh, de Belgische kust... Zuid-Nederland toen nog. Um, en hakt de boel daar in de pan, zodat de Nederlandse handelsvloot niet zoveel schade leidt. En eigenlijk had Maurits daar helemaal geen zin in, want Maurits was, wel, was niet onstuimig. Was iemand die goed bekeek van: hé, hey, hoe zijn de kansen? Is dit wel een goed idee? En eigenlijk wilde hij het niet, maar Johan van Oldenbarneveld bleef aandringen. Dus Maurits gaat op een gegeven moment met zijn leger. Maar als hij daar is, merkt hij. ...dat de weg naar huis afgesneden wordt door de Spaanse troepen. En daar vindt de beroemde slag bij Waterloo, 1600, uh, plaats. En Maurits overwint wel, maar hij heeft ontzettend veel verliezen geleden. En op dat moment zijn de, ja, de, gaan, is, is Maurits niet meer zo blij met van Oldenbarneveld. Dat kun je je waarschijnlijk wel voorstellen. Nou, en dit wordt alleen maar erger, want tijdens een twaalfjarig bestand... ...hoeft er niet gevochten te worden. Dus wat moet Maurits dan nog? Nou, wat gaat hij doen? Hij gaat zich met de politiek bemoeien. Ja, en dan kom je in het vaarwater van Johan van Oldenbarneveld. Dus dat botste als een dolle. En uh, op een gegeven moment wordt het zelfs zo erg... Um, ...allemaal nog in het twaalfjarig bestand... Um, ...dat uh, Van Oldenbarneveld zegt... ...weet je wat, elke stad mag zijn eigen huurtroepen... Dus zijn eigen legertjes uh, inhuren, waardgelders werden dat genoemd, um, om zich te beschermen. Te beschermen tegen de contra-remonstranten. Waarom? Blijkbaar was de groep contra-remonstranten, dat bestond, vooral, ja, bestond voor een groot deel uit Harry Schoppers Van onder Barneveld stond aan de kant van de remonstranten. En wat doet Maurits? Maurits die merkt. Dat zelfs zijn leger niet meer gebruikt wordt. om de orde te bewaren. Maurits sluit zich aan bij de contra-remonstranten. Nou, en dan komt er een politiek spel en geharrewar. En Maurits krijgt het voor elkaar dat steeds meer contra-remonstranten. een belangrijke positie krijgen in de politiek. En op een gegeven moment komt het zelfs zover. dat uh, hij, Johan van Oldenbarneveld. beschuldigt van landverraad. Een direct een directe reactie op uh, die wet van Johan van Oldenbarneveld. dat steden huurtroepen mochten inhuren. En van Oldenbarneveld wordt gevangen genomen. Hij komt voor een uh, rechtbank. maar die rechtbank bestond vooral uit contra-remonstranten. aanhangers van Maurits. Dus Johan van Oldenbarneveld. wordt gewoon keihard. schuldig bevonden en terechtgesteld. Zijn kop wordt eraf gehakt. Door toedoen van Maurits, die hij notabene zelf in het zadel had geholpen. Maar ja, goed. Zo zat het dus met de burgerij en de strijd met de adel. Weet je nog dat ik deze les begon met... De renaissance was een turbulente tijd. Kijk eens wat er gebeurde met de kerk, met de adel en ook met de burgerij. Goed. Genoeg geschiedenis. We gaan nu naar de literatuur, waar het in deze les uiteindelijk natuurlijk om te doen is. Maar ja, ik vind gewoon. Je kunt die verhalen, die gedichten niet lezen zonder die achtergrond te kennen. We gaan naar de literatuur. Zoals ik al vertelde. In 1585 viel Antwerpen. Al die rijke handelaren, uh, geleerden, vluchten naar boven, komen in Amsterdam. De Gouden Eeuw in Amsterdam neemt een enorme vlucht. En um, nou je ziet hier staan, otium, negotium. Uh, dat ik dit hier zet, uh, neerzet, is eigenlijk een eerbetoon aan mijn oude professor, die had het daar altijd over. Um, otium, dat betekent vrijheid, totale vrijheid om te doen en laten wat je wil. Negotium betekent dat je moet werken. Nou ja. En de verhouding otium-negotium die verschoof in de Gouden Eeuw. Er kwam meer vrijheid, want er was meer rijkdom. Dus er was ook meer ruimte voor uh, kunst. Dit otium-negotium komt trouwens ook weer terug straks als ik uh, Huigens even kort aanstip. In de Renaissance werd de oudheid herontdekt. En dat gold ook voor de kunst in de oudheid en de literatuur... Van de oudheid. Wat je ziet, is dat uh, ook Nederlandse kunstenaars, Nederlandse schrijvers, dichters, probeerden om uh, de kunst van de oudheid na te doen. En dat kon in, op verschillende niveaus. Het laagste niveau, dat noem je de translatio. Dat wil simpelweg zeggen: oude stukken, stukken uit de oudheid werden vertaald. Nou ja. Als je een stuk goed wil kennen, moet je het vertalen, dan leer je het. Is dus dat is een goede les om dat te doen. Wilde je het een stapje beter doen, dan uh, ging je over op imitatio. En wat deed je dan? Je nam dan de vorm over van klassieke stukken, bijvoorbeeld tragedies. Daar zou ik zo nog iets meer over vertellen. Maar tragedies, treurspelen, die waren op een bepaalde manier opgebouwd. En uh, je kon dan ook uh, thema's pakken die gebruikt werden in die tragedies. Alleen wat deed je dan? Je verplaatste het naar bijvoorbeeld Nederlandse omstandigheden. Ja, dus, um, uh, een tragedie bestond uit vijf bedrijven, zeg maar vijf hoofdstukken. Um, er zaten bepaalde regels aan vast. Die waren ooit beschreven door Aristoteles, maar het betekende bijvoorbeeld: er moest eenheid van tijd zijn. Het verhaal mocht niet langer dan 24 uur gebeuren. Uh, er moest ook eenheid zijn. Uh, van uh, handeling, dus niet te veel uh, zijsporen. Uh, ook eenheid van plaats. Wat ervoor zorgde dat, uh, ja, je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld een slagveld rondom een stad niet altijd op hetzelfde plekje plaatsvindt. Dus hoe ging dat dan? Uh, dan werd er een bode die werd gestuurd naar een, een strijd. en dan kwam die terug en dan kwam die verslag uitbrengen. Kortom, er werd vooral veel gepraat in die stukken. Maar ja, dat waren allemaal regels uit de oudheid. Tussen die bedrijven, trouwens, waren er een soort koren die zongen wat er was gebeurd. En misschien zelfs de boodschap die eraan te grondslag lag, nog even expliciet maakten. Maar die oude treurspelen, daar kon je heel goed in de inhoud naar verwijzen. Zo uh, zou je bijvoorbeeld heel goed uh, in uh, de Gijsbrecht van de Aamstel, een stuk van Vondel. In die Gijsbrecht, die hoofdpersoon zou je een soort. ...Ilias of Aeneas uh, van Virgilius kunnen herkennen. Nou, daar komen we later nog op terug. Maar op het moment dat je dus... ...die regels en die inhoud... ...van de klassieken vertaalt naar... ...de tijd van waarin je leefde als 17e eeuwse dichter... ...was je bezig met imitatio. Maar je kon ook proberen om ze te overtreffen... ...en dat noem je emulatio. Nou, en hoe werd dat meestal gedaan? Nou, vrij simpel. De oude Grieken en Romeinen zaten nog vast in een andere religie. Ja, die hadden het over allerlei goden enzovoorts. Nou, als dichters als Vondel en Hoofd, als die nou vooral christelijke motieven en thema's, christelijke onderwerpen erin verwerkten, ja, dan was je ze dus eigenlijk aan het overtreffen. Dan was je bezig met emulatio. Um, dat is trouwens wel leuk. Uh, als je kijkt naar die oude klassieke toneelstukken. Als het te ingewikkeld was en het eigenlijk niet meer goed zou kunnen komen. was er een truc, namelijk de Deus Ex Machina. Een soort god, Ex Machina, die met mechanische middelen. touwen, hijswerktuigen, werd die naar beneden gelaten. En, zo, en die god maakte dan alles weer in orde. Wat doet Vondel in zijn treurspel De Gijsbrecht van Amstel? Die laat op het laatst Aartsengel Gabriel tevoorschijn komen. En die zegt: Gijsbrecht, als je nou vlucht, komt het allemaal nog goed. Ja, als hij er niet was geweest, was Gijsbrecht van Amstel waarschijnlijk doodgegaan. Maar hier, Gabriel, geen Deus Ex Machina, de christelijke Gabriel, die komt ten tonele en die maakt het allemaal in orde. Kortom, de navolging van de klassieke gebeurde. ...op drie niveaus. Je had de translatio, de imitatio en het hoogste was de emulatio. En voordat ik echt inga op uh, de vijf verschillende dichters die ik eerder genoemd heb... Um, ...moet ik je nog iets vertellen. Dichters waren namelijk ook nog in de 17e eeuw met elkaar verbonden in een soort van clubjes. En die clubjes noemde je redenrijkerskamers. Ik heb in de vorige les over de middel-Nederlandse literatuur heb ik verteld uh, dat die redenrijkerskamers waarschijnlijk voortkwamen uit groepjes die de kerk hielpen bij het uh, op toneel brengen van, van um, bijbelverhalen en vaak hadden ze ook geen vaste plek maar um, gaandeweg hebben ze wel een echte plek gekregen, een, een eigen ruimte waar ze konden konden werken. Um, ja, ik zit nog te denken: moet ik het hebben over landjuwelen? Dat waren een soort dichtwedstrijden. Nee, laat maar, want dat hield al op in 1561. Waar ik naartoe wil is dat er um, in Amsterdam twee Redenrijkerskamers waren. En uh, die hadden allebei hun eigen ruimte uh, aan de Nes. Um, op de plek waar nu in Amsterdam um, uh, het Vlaams Kunsthuis zit: de brakke grond. Daar was vroeger een vleeshal en daarvoor een, een, een klooster. Maar op zolder, zolder van die oude vleeshal, daar hadden twee Redenrijkerskamers hun ruimte. En de ene Redenrijkerskamer heette de Eglantier. En die hadden dan als onderschrift in liefde bloeiende uh, de Eglantier, een soort rozenstruik. In mijn vorige les heb ik het daar nog over met uh, betrekking tot de Beatrijs. Um, en er was ook nog een andere Redenrijkerskamer... Kamer en die heette Het Wit Lavendel. En die had ook al spreuk, ik geloof, in junst. Um, maar het grappige is, die um, uh, Eglantier... die zat dus ongeveer op dezelfde plek. Misschien wisselden ze de ruimtes wel af, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar in ieder geval op dezelfde plek als Het Wit Lavendel. En dan moet je even weten, de Eglantier bestond vooral uit Amsterdamse... ...dichters en schrijvers... ...en het wit lavendel... ...vooral uit Brabantse... ...dichters en schrijvers. Ja, in 1585... een ...heleboel mensen vluchten... ...omhoog... ...en ter hoogte van de... Warmoestraat, die bestaat... ...nog steeds in Amsterdam... ...ter hoogte van de Warmoestraat, ...daar... ...vestigde een heleboel... ...gevluchte Zuid-Nederlanders... ...zich. Eigenlijk een soort kleine... ...enclave. En... Ja, die gingen ook dichten en die gingen dus bij het wit lavendel. Nou, wat moet je je voorstellen bij zo'n Redenrijkerskamer? Ze gingen daar gedichten voor elkaar maken, toneelstukken voor elkaar maken. En um, de, het is wel grappig, die, die Redenrijkers die maakten eigenlijk van het dichten een soort spelletje. Ze bedachten allemaal moeilijke versvormen en daarbinnen moest je dan proberen een gedicht te schrijven. Um, nou ja, het sonnet, dat is sowieso al een gedicht, waar ik het net over had, met behoorlijk veel regels waar je aan vast zit. Uh, dan had je ook nog een rondeel, waarbij de eerste, vierde en achtste regel hetzelfde moesten zijn, en de tweede en de zevende, en dan ook nog een vast rij, rijmschema. Uh, het acrostigronde, waar ik het al eerder over heb gehad, dat de uh, allereerste letters van een regel een woord moesten vormen. Dan had je nog het uh, aldicht, dat alle woorden op elkaar moesten rijmen. Het retrograde gedicht, waarbij. Je het gedicht niet alleen van, li van links naar rechts, maar ook van rechts naar links moest kunnen lezen. De woorden dan, niet zoals een palendroom, maar de woorden, de, dat het dan ook nog een zinnig verhaal werd. En de, de allergewikkelste, ingewikkeldste vorm is het schaakbord, waarbij al die vlakjes van een schaakbord, daar komt dan een regel in. En dan op bepaalde manieren moet je je dan over het bord bewegen en dan moet dan een zinnig gedicht worden. Nou, dichten werd puzzelen. En ja dat stoten sommige meer ontwikkelde dichters tegen het hoofd. die voelden zich daar niet meer bij thuis. die vonden dat een uh, rederijker meer in huis moest hebben. en uh, daarom is er op een gegeven moment een groepje van de Eglantiers weggegaan en die hebben samen de eerste Neder-Duitse academie opgericht. daar kom ik later nog op terug, dus daar laat ik het nu even bij. maar wat je wel wat je wel goed moet realiseren. is dat die rederijkerskamers. midden in de maatschappij zaten. Ja, als ze toneelstuk hadden geschreven. en opgingen voeren. dan ging de opbrengst ook naar een goed doel. Van de Egentier ging dat bijvoorbeeld naar het oude mannen- en vrouwen-gasthuis. en uh, die Neder-Duitse Academie waar ik het net over had. als daar een toneelstuk werd opgevoerd. dan uh, ging dat geld ging naar een weeshuis. En um, niet alleen. zorgden ze dus. Hadden ze dus maatschappelijke doelen. Um, het was ook de bedoeling dat je je daar leerde ontwikkelen. Vandaar al die, uh, ja, al die rare regeltjes. Want ja, dichten moest iets zijn wat je kon leren. Dat stoten dus sommige wat hogere dichters tegen het hoofd. Maar ook maatschappelijke zaken werden daar constant besproken en bezongen. al dan niet in gedichten of toneelstukken. Dus die kamers, die zaten midden in de maatschappij. En dat vond ik zelf wel leuk toen ik me specialiseerde in de literatuur van de 17e eeuw. Um, dat je eigenlijk die gedichten, als je maar genoeg las, dat je echt een heleboel actuele zaken de revue zag passeren. Alsof je de kranten zat te lezen. Nou overdrijf ik een beetje. Goed, genoeg algemeen over literatuur. We gaan in op de dichters. En dan zou je verwachten dat ik begin met Vondel, want ja, dat is gewoon echt de allergrootste 17e eeuwse dichter die we hadden. Maar dat doe ik niet. Ik begin met Hoofd. Pieter Corneliszoon Hoofd, PC Hoofd. Daar is ook de PC Hoofdstraat naar vernoemd. Waarom begin ik met hem? Nou, Hoofd was volgens mij echt zo'n uh, typisch Renaissance-mannetje. Op het juiste moment geboren. Kijk, zijn, zijn uh, grootvader was nog binnenschipper. Nou, dat is op zich ook geen verkeerde baan, maar je zit dan niet. In de top van de maatschappij. Maar blijkbaar verdiende zo'n binnenschipper genoeg om zijn zoon de mo mogelijkheden te geven. En dan heb ik het niet over Pieter Knoon, maar Cornelis Pieterszoon, oftewel de vader van PC. -Hoof. Want die is burgemeester van Amsterdam geweest. Een van de burgemeesters van Amsterdam geweest. Dus die zat dan wel in de top. En dan heb je PC Hoofd zelf, die dus daar opgroeit als rijke luiszoontje. Wel een rijke luiszoontje met talent. Dat moet ik wel toegeven. Maar ja. Uh, hij kreeg alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen, de, zijn studie. En ja, wat gebeurde er met rijke luiszoontjes die uh, de basisstudie klaar hadden? Die mochten op, dus, uh, op het geld van Pa mochten die een rondreis maken om zich nog even flink te ontwikkelen. Nou, ja, de DPC-hoofd ook, en dan kom je in Frankrijk. Maar waar kwam hij ook? In Italië, de bakermat van de Renaissance. En die Pieter was helemaal onder de indruk van wat hij daar in Italië aan kunst zag. En deze PC-hoofd keerde dus ook terug in Nederland als iemand die helemaal vergiftigd was door die Renaissance-ideeën, door uh, de, de oudheid, door uh, schoonheid in de kunst. En nou ja, gelukkig was het zo dat hij zoveel kansen had dat hij zich en bezig kon houden met uh, literatuur, otium, maar ook maatschappelijk ging het hem prima. Negotium, want hij is onder andere drost van Muiden geworden. Nou, dat is een flinke maatschappelijke uh, positie. Een typische Renaissance-man die op het juiste moment geboren is, in het juiste nest en de juiste mogelijkheden kreeg en op het juiste moment in Italië kwam. En op en top Renaissance. En, maar het is wel een man met talent en uh, dat wil ik toch ook wel even laten zien. Ik laat hier een van zijn uh, bekendste sonnetten zien, Gezwinde Grijshaard noem ik dat. Lees er maar even met me mee. Je ziet weer dat het exact dezelfde vorm heeft als wat het sonnet dat ik eerder heb laten zien. Gezwinde Grijshaard, die op wakkere wieken staag de dunne lucht doorsnijdt. Snelle Grijshaard, snelle oude die op wakkere wieken, snelle, stevige vleugels wieken, staagt de dunne lucht doorsnijdt en zonder zeil te strijken, dus zonder ook maar even te, te wachten, altijd vaart voor de wind en ieder na laat kijken. Dus die, die gezwinde grijsaard gaat door de lucht zonder te stoppen en iedereen kijkt hem na. Doodvijand van de rust die woelt bij nacht en bij dag. Die gezwinde grijzaard, dat is hier eigenlijk uh, de tijd. En, nou ja, de tijd kun je, uh, hoe hebben wij besef van tijd? Dankzij de zon. Doordat de zon voorbij komt, zien wij dat het vroeger en later komt. Ja, dus met die gezwinde grijsaard wordt naar de tijd verwezen. En met dat door de lucht wordt naar de zon verwezen. Het klopt helemaal. Onachterhaalbare tijd, wiens hete honger graag verslokt, verslindt, verteert... Al wat er sterk mag lijken, maakt niet uit hoe sterk je bent, de tand destijds die krijgt je wel. En keert en wendt en stort staten en koninkrijken. Voor iedereen te snel, hoe valt die mij zo traag? De tijd is voor alles en iedereen, ook voor koninkrijken, te snel. Maar, zegt hij, hoe komt het nou dat je voor mij zo langzaam gaat? En nou zie je al dat de inhoudelijke wending wordt aangekondigd. Hier zit hij dus op de plek waar Petrarca hem eigenlijk bedoelde. Mijn lief, sinds ik u mis, verdrijf ik met mishagen de schoorvoetige tijd. Ah, ineens richt hij zich op zijn geliefde en hij zegt... Ja, sinds ik u mis, gaat de tijd schoorvoetend. En top de lange dagen met arbeid avondwaarts. Dus door hard te werken probeer ik maar door de tijd te komen... Uw afzijn valt te bang. Uw afwezigheid, ik heb daar veel moeite mee. En mijn verlangen kan de tijdgod niet bewegen. Hoe zeer ik ook naar mijn verlangen, de tijdgod heeft zijn eigen tempo. Maar het schijnt verlangen daar zijn naam af heeft gekregen. Maar het lijkt erop dat verlangen daar zijn naam van heeft gekregen. Wat bedoelt u daarmee? Dat wordt duidelijk in de laatste zin. Daar ik de tijd die ik verkorten wil, verlang. Hij, maakt hier een, hij speelt hier een woordspelletje. Verlangen, dus dat je iemand wil zien, maar verlangen ook langer maken. Nou, dit is duidelijk geen dom gedicht. Het is absoluut een man uh, met talent. Um, het was ook uh, een man die zich uh, bezighield met maatschappelijke zaken, hij was ook verbonden aan de eglantier aanvankelijk. En um, um, hij maakte zich ook druk om de maatschappij. En hij deed aan imitatio, zaken uit de auto. Hij heeft bijvoorbeeld een tragedie geschreven over Gerard van Velzen. En uh, van Gerard van Velzen, daarvan moet je weten: die heeft Floris V ontvoerd en ook vermoord. Ja, hoe kun je daar, hoe kun je daar dan een. ...een heldenepos, een, 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 een tragedie overschrijven. Nou ja, het verhaal ging dat Floris de V, de vrouw van Gerard van Velzen, had verkracht... ...en zodoende kun je toch sympathie voor die man opbrengen... ...en kun je hem bezingen als een grote held. Um, hij heeft dus een goede, ingewikkelde tragedie geschreven over Gerard van Velzen. Maar, renaissance mannetje als hij is... Laat hij zich natuurlijk graag omringen met de andere grootheden die hij kende. En daarom werd de Muiderkring opgericht. En je moet niet. Je moet je, er is een tijdje een idee geweest dat dat echt een vaste club was. Zoals Rederijkerskamers. Dat is absoluut niet het geval. Um, hij was drost van Muiden. Hij woonde op het Muiderslot. En wat deed hij? Geregeld nodigde hij gewoon. Mensen uit die hij interessant vond en die hij ook zijn vrienden noemde. En nou, daar zat dan uh, bijvoorbeeld ook Hugo de Groot bij, maar ook Vondel en ook uh, Bredero. Kortom, hij liet zich graag omringen met interessante uh, mensen. Ja, typisch een Renaissance-mannetje. Maar goed, hij was ook een van de mensen die zich niet langer thuis voelde in de Rederijkerskamer, de Eglantier. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij samen met Samuel Koster, een blijkbaar nogal rijke uh, huisarts uit Amsterdam, heeft hij de Neder-Duitse Academie opgericht. En um, ja, die uh, hadden een plek aan, ik dacht dat het de Keizersgracht was. Even zien als je de Looijersgracht zo doortrekt. Ja, volgens mij wel, is dat de Keizersgracht. En um, die hebben daar gewoon een groot... ...houten pand neer laten zetten. Ja, die kostte wat blijkbaar geld. En ze hebben een paar andere grote dichters meegenomen... ...zoals Bredero. En zijn daar eigenlijk hun eigen nieuwe club begonnen. En dat vond allemaal plaats in 1617. En in die tijd heeft uh, Hoofd ...ook samen met Costa trouwens... ...een stuk geschreven en dat heet Barenar. En Barenar is ook een typisch voorbeeld... Van imitatio. Want uh, de wagenaar: dat gaat over een oude man die een pot met goud bezit, maar hij wil absoluut niet dat andere mensen dat weten van die pot met goud, want hij is ontzettend bang dat die pot met goud wordt afgepakt. Hij is ontzettend gierig, hij wil absoluut niet laten merken dat hij geld heeft, want hij is bang dat die pot met goud wordt afgepakt, die hij constant verstopt onder het huis. Op een gegeven moment ook ergens anders, maar dan gaat het helemaal mis. Maar het is een blij spel. De hoofdpersoon heet ook Warenar, en dat komt van Warenar, echte gek. Maar dat hele toneelstuk is gebaseerd op uh, een toneelstuk van Plautus. En als ik het goed zeg, heet het Laulularia, maar daar weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval dat hele thema van iemand die zich uh, heel raar gedraagt, omdat hij een pot met goud uh, wil beschermen. Komt dus uit de oudheid. Nou, en dit is echt een typisch blijspel. Um, want er kon echt enorm om gelachen worden. Um, um, je ziet ook rare verwikkelingen. Kijk, die, die, die Warenar die is alleen maar bezig met zijn uh, pot met goud. Maar zijn dochter, Klaartje, die is zwanger van een ritsert. Maar dat weet Warenar niet. Ondertussen hebben we de buurman, Rijkert, die geld genoeg heeft voor een vrouw en die denkt, weet je wat, uh, ik wil die klaartje wel. Tenminste, zijn zus zegt van, goh, je moet die klaartje nemen. En Barenaar zegt van, hé, hey, dat is hartstikke mooi, doe maar, want jij ja, hebt geld. En nou ja, je ziet al, het worden verwikkelingen over en weer. En, uh, en ja, die pot met goud wordt toch nog gestolen. En de ritsert wil het graag goed maken met het klaartje. Maar ondertussen hebben die rijkend nog, nou, genoeg om te lachen en dan... Is het ook leuk voor de Amsterdammers om te zien dat die gierige Warenaar door Amsterdam loopt? Echt op zo'n manier dat je gewoon de plekken in Amsterdam herkent. Dus die kijkers in de Neder-Duitse Academie die dat stuk, de Warenaar, zagen, herkenden gewoon al die stukken. Um, nou, dat stuk Warenaar, ik heb trouwens al een vertaling van dat stuk op online Nederlands gezet. Dus je kunt het zo lezen als je wil. Um, dat is geschreven voor die Neder-Duitse Academie. En dat was trouwens een flink succes. Um, wat trouwens wel leuk is, dan gaat het gerucht dat Hoofd zo'n stuk wilde schrijven omdat Bredero, die in maatschappelijk opzicht misschien toch wel een beetje de mindere was ten opzichte van Hoofd, die Bredero, dat was een expert in het schrijven van blijspelen en kluchten en die had altijd succes, terwijl Warenar met zijn geleerde gedoe en zijn Gerard van velze was niet zo succesvol. Dus, maar dat is een gericht, gerucht. Ik weet niet zeker of het zo is. Maar zoals ik al zei, die, die hoofd, die was dus ook maatschappelijk heel erg. Hij was drost van Muiden. En de geschiedenis vond hij ook interessant. Hij heeft bijvoorbeeld ook uh, het treurspel Bato geschreven. En dat gaat eigenlijk over uh, de grondlegger van de nederlanden Van. De, 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 de baas, kijk Bato, Batavier, de Batavieren waren de oorspronkelijke Nederlanders. En het gebied waar Bato uiteindelijk zat, de Betuwe, ja, misschien ken je het allemaal. Hij heeft een stuk geschreven waarin hij eigenlijk beschrijft um, hoe de Nederlanden begonnen zouden moeten zijn, want het is natuurlijk allemaal verzonnen. En, en, en die Bato, dat is natuurlijk een moraal, moreel. Perfecte leider. Hoofd was dus maatschappelijk geëngageerd, uh, schreef zijn stukken ook daarnaar. En op een gegeven moment begon hij aan zijn grote meesterwerk, uh, dat trouwens nooit afgekomen is, want hij ging dood. Maar zijn allergrootste levenswerk, ja, dat zijn de Nederlandse historieën. En wat hij dat doet, is de geschiedenis schrijven van de 80-jarige oorlog. En dan kun je zeggen: van ja, nou, zo bijzonder is dat toch niet? Ja, dat is het wel. Want contemporane geschiedschrijving, eigen tijdse geschiedschrijving, dat was nog helemaal niet zo gewoon in die tijd. Het was nog helemaal niet gangbaar. En hij is een van de eerste die dat wel is gaan doen over de Nederlanden. En um, ja, ik heb onder andere een gedicht van Gerard Brand op de Vrede van Münster geanalyseerd. Ik weet zeker dat die Gerard Brand gebruik heeft gemaakt van die, dat grote werk, de Nederlandse geschiedenis van uh, hoofd. Uiteindelijk hebben er maar 27 delen heeft hij kunnen schrijven, want uh, toen is hij gestorven. Hij heeft het dus niet afgekregen. Maar het is, wat wel leuk is, is um, dat hij tijdens het 12-jarige bestand al het idee had van ik ga dat schrijven. Nou, uiteindelijk, vlak voordat de vrede van Münster er is, sterft hoofd. En hij sterft op een bijzondere plek. Hij is namelijk naar Den Haag, naar de begrafenis van Frederik Hendrik. En die plek heeft hij nooit meer verlaten. Daar is hij uh, overleden. Hoofd dus. Maar nu komen we bij de grote prins der dichters. Nu komen we bij Vondel. Verreweg de grootste dichter die wij hadden in die tijd. Um, Vondel. Niet zo'n zoontje als hoofd. Dit is een man die zijn eigen weg heeft gevonden. Um, zijn ouders waren doopsgezinden. die al uh, op tijd gevlucht waren uit Antwerpen. Uh, terecht zijn gekomen in Keulen. en via Utrecht uiteindelijk in Amsterdam terecht zijn gekomen. op de Warmoestraat. En als ik het goed zeg, nummer 39. maar dat zeg ik nu uit mijn hoofd. dus dat zou ik fout kunnen hebben. Maar. Hij kwam dus in die enclave van Brabanders, van die gevluchte Brabanders in Amsterdam. En uh, nou, die uh, Vondel heeft een gewone ja, uh, opleiding gehad, uh, die burgers die wel wat konden betalen uh, kregen. Maar uiteindelijk was het gewoon de bedoeling dat hij de kousenhandel van zijn vader overnam. En dat heeft hij vervolgens ook gedaan. Maar hij was wel bijzonder geïnteresseerd in kunst. En um, toen hij op een gegeven moment de kans kreeg, heeft hij ook de kans gegrepen om te gaan studeren. Hoe ging dat namelijk? Op een gegeven moment ging hij trouwen. En zijn vrouw heeft de zorg voor de koushandel grotendeels overgenomen. Waardoor hij de vrijheid had om te studeren. En hij is toen dus ook die klassieken gaan studeren. Pas op latere leeftijd. Op eigen gelegenheid, op eigen kracht, heeft hij geleerd wat hij allemaal uiteindelijk kon. Dat hij voordat hij die klassieke beheerste al uh, bezig was met dichten, um, ja, blijkt uit het feit dat hij al gelegenheidsdichten, gedichten schreef. Gedichten ter ere van een bepaalde gelegenheid. Hij heeft, uh, ik geloof dat het oudste gedicht dat van hem bekend is, is een gelegenheidsgedicht op een bruiloft van een van zijn uh, buurvrouwen. Um, Trouwens, een gelegenheidsgericht dat ik toch dan, nu ik hier toch mee bezig ben, even moet noemen. Is het uh, gelegenheidsgericht Bruiloftsbed. Dat schreef hij in 1627 ter ere van het tweede huwelijk van Hoofd. Leuk hè, waar we het net over gehad hebben. De eerste vrouw van Hoofd was namelijk overleden. En ik geloof dat hij twee jaar ongeveer in rouw heeft geleefd. En toen is hij opnieuw gaan trouwen met, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, de ene mevrouw Hulleman. En. Vondel heeft daar het bruiloftsbed op geschreven. En dat is niet zomaar een gedichtje. Nee, dat is uh, een, een, een. Het begint met een sonnet. En vervolgens een, ja, een, een toneelstuk waarin Ganymedes. Ganymedes, dat moet ooit een van de. of de allermooiste uh, uh, sterveling zijn geweest, volgens de goden. Uh, die schenkt daar wijn en die begint daar te vertellen. En uh, er komt ook nog Venus langs in het toneelstuk en Poëzie komt langs. En, uh, en dat wordt een gedicht van 500 regels. Een, een to ja, toneelstuk. Ja, ik weet niet of het echt een toneelstuk is. Maar in ieder geval, er komen personages aan het woord. En, en dan nog een soort dankwoord aan de, aan de bruid. Dus geen kinderachtig gedicht op hoofd. Um, maar. Er waren ook andere aanleidingen, andere gelegenheden. En uh, er is één gelegenheid waar ik toch echt even het gedicht uh, van wil voorlezen. Um, dat is namelijk toen zijn zoontje Constantijn, toen die overleed. Waarschijnlijk zijn er trouwens meerdere kinderen al jong overleden. Trouwens ook een dochtertje op achtjarige leeftijd is overleden. Maar dit gedicht is wereldberoemd en daarom vind ik dat je het even moet. Uh, moet lezen. Het heet kinderlijk. Of, je kunt het ook lezen als kinderlijk. Hier staat het. Constantijntje. Het zalig kindje, Gerubijntje van omhoog. Dat is Constantijntje. Hij spreekt zijn kindje aan. Het zalig kindje. Zalig kun je ook lezen in de betekenis van overleden. Uh, gerubijntje. Dat is een soort engeltje. Van omhoog. De ijdel hier, ijdelheden hier beneden uitlacht met een lodderoog. Dat ijdele gedoe op aarde, daar moet hij om lachen, vanuit de hemel. Moeder, zei hij, waarom schrijt gij, waarom huilt gij? Waarom grijt gij op mijn lijk, waarom heb je zo verdriet op mijn lijk? Boven leef ik, boven zweef ik, engeltje van het hemelrijk. En ik blinker en ik drinker, hetgeen de schenker alle goeds schenkt de zielen die daar krielen. Ik, ik geniet van alles wat de schenker allergoeds, God dus... Geeft aan alle zielen van de overledenen. Dertig van veel overvloeds. Er is heel veel van alles. Hij zegt: Ik heb het fijn hier in de hemel. Leer dan reizen met gepijzen naar paleizen uit het slik der wereld die zo dwerelt. Leer dan op een. Ja, ik zal het maar even grofweg vertalen. Leer dan um, bedachtzaam om te gaan met de schoonheid van de aardse schoonheid. Want, en dan komt de les in de laatste zin. Eeuwig gaat voor ogenblik. Eeuwig, het eeuwige leven, gaat voor ogenblik. Het tijdelijke. Op aarde. Constantijntje, het zalig kindje, Je zou dat maar moeten dichten over je eigen kindje. Dat is toch vreselijk? Mooi gedicht. Een andere gelegenheid. Ik heb je al verteld over. Uh, Johan van Oldenbarneveld. En dat Maurits ervoor gezorgd heeft dat Johan van Oldenbarneveld. Uh, onthoofd werd. En. Uh, jaren nadat dat gebeurd is. zit er blijkbaar Vondel nog steeds dwars. want die ziet op een gegeven moment ergens de staf. de wandelstok. van de overleden van Oldenbarneveld. en hij besluit het volgende wereldberoemde gedicht. te schrijven: Het stokske van Johan van Oldenbarneveld. Vader des vaderlands. Mijn wens behoede u onverrot, o stok en stut. Die geen verrader, maar vrijdom stut en Hollands vader. Ik wens u en behoed. Probeer, met mijn wens probeer ik u het, uh, het vervelende, voor het vervelende te behoeden. O stok en stut steunpilaar. Geen verrader, maar steunpilaar van Holland. Maar Stut en Hollands vader gestut hebt op dat vreed schafot. Dus die stok heeft de, uh, van onder Barneveld gesteund, terwijl hij daar stond op het schafot om onthoofd te worden. Toen hij voor het bloedig zwaard moest knielen, veroordeeld als een Seneca door Nero's haat en ongenaar. Blijkbaar is Seneca ook eh, terechtgesteld door keizer Nero. Tot droevenis der braafste zielen. Het zit Vondel dus echt dwars. Gij zult nog jaren achtereen de uitgang van dien held getuigen. En hoe geweld het recht dorf buigen. Tot smaad der onderdrukte steen. Eigenlijk zegt hij nu tegen die stok dat die stok is een soort eerbetoon aan. Deze held, Johan van Oldenbarneveld. Hoe dikwijls trekt gij onder het stappen naar het hof der staten stadig aan, hem voor een derde voet in het graan en klimmen op de hoge trappen? U, stok, was een soort derde voet van Johan van Oldenbarneveld, terwijl hij de trappen besteeg van de staten-generaal. Als hij, belast van ouderdom, papier en schriften overleende, terwijl van Oldenbarneveld met zwaar van papieren... En ouderdom uh, ja, gebogen liep. En onder het lastig landspak steende. Nou ja, goed, het landspak. Dus de, de, de moeite die het gaf om het land te besturen. Wie ging zo krom gebukt nooit krom? Gij rustte van uw trouwe plichten. Na het rusten van die oude stok. Geknot door Bloesraad bittere wrok. Hij verwijst nu naar. Uh, de rechtbank door Maurits. die ervoor gezorgd heeft. dat van Olderbarneveld werd onthoofd. Nu stut en stijft gij nog mijn dichten. Nu nog, na al die jaren. bent, gij nog, bent u nog uh, een steunpilaar voor mijn gedichten. Het is trouwens wel leuk. Uh, een stok is ook. een onderdeel van een gedicht. dat door redenrijkers werd gebruikt. Dus hij speelt hier een heel. Intelligent spel. Maar het is duidelijk dat Vondel het absoluut niet eens was met de terechtstelling van Oldenbarneveld. Is dat wel zo veilig om daar zo open in te zijn? Nou, nee, dat was het niet. Uh, ik, ik laat de gelegenheidsgedichten even voor wat ze zijn, want wat Vondel zelf het allerhoogste goed vond, dat waren de tragedies. Alleen hij begon natuurlijk pas op latere leeftijd tragedies te schrijven, omdat hij pas op latere leeftijd die klassieke leerde. daar pas de kans voor kreeg. Maar hij heeft uiteindelijk 33 tragedies geschreven. En 33 tragedies van niveau. Echt gewoon vreselijk goed. Trouwens, even heel kort, een van die tragedies, niet de bekendste, lang niet, is um, Palamedes. En uh, Palamedes, dat was een, uh, een, een Griekse raadsheer, uh, die het zo goed deed en daardoor zoveel gezag en aanzien kreeg, dat de grote heerser Agamemnon zich bedreigd voelde en raadsheer Palamedes uh, laat terechtstellen. Hé, hey, zie je die directe verwijzing naar raadsheer Van Oldenbarneveld, raadspensionaris van Oldenbarneveld en Maurits? Die zich bedreigd voelt door die raadspensionaris. Nou, ik zei net al: is het wel zo veilig om zo op die manier uh, te schrijven? Nou, nee, dat was het niet. Want nadat hij dat stuk had geschreven, Vondel, moest hij ook echt uh, uh, even vluchten. Heeft zijn uitweg genomen naar Beverwijk. En uiteindelijk moest hij toch voorkomen. Heeft hij een boete gekregen. Maar die heeft iemand anders voor hem betaald. Um, maar goed, dat wilde ik nog even vertellen. Um, trouwens. Die Vondel trok sowieso zijn eigen plan. Ja, want zijn ouders waren doopsgezind. En uh, uh, in Amsterdam, ja. De, 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 de rijkere, de meer vooraanstaande, die waren gereformeerd. En wat doet Vondel op latere leeftijd? Hij laat zich bekeren tot het katholicisme. Hij wordt katholiek. Hij had het idee dat dat hem meer zielenrust zou geven. Moet je nagaan. Hoe eigenwijs hij was. Maar ja, als je zoveel talent bent, hebt en zoveel kan, ja, ben je misschien automatisch ook wel eigenwijs. Um, een tragedie waar ik niet aan voorbij kan gaan en waar ik het ook al over heb gehad, is de Gijsbrecht van Aamstel. Die Gijsbrecht van Aamstel is waarschijnlijk zijn allerbekendste tragedie en voldoet ook aan al die wetten die er aan een tragedie uh, ...worden gesteld. Het bestaat uit vijf bedrijven. Er komen koren tussendoor. Er is eenheid van tijd, van plaats enzovoort. Um, maar waar gaat die Gijsbrecht van Aamstel over? Die Gijsbrecht van Aamstel gaat over Gijsbrecht van Aamstel. Uh, die overigens samen met Gerard van Velzen ooit die Floris V heeft ontvoerd. Maar uh, Gijsbrecht van Aamstel, die uh, moet je zien als de laatmiddeleeuwse heer van. Amsterdam. En wat toen nog niet Amsterdam was. Um, maar er waren al wel muren. Ze werden belegerd door andere legers uit Holland. En um, hoe begint de tragedie? Gijsbrecht van Haamstel, die kijkt op een ochtend. Over de muren van zijn vesting en hij merkt dat de vijand is vertrokken. De vijand is weg. En hij denkt: hé, hey, we hebben gewonnen. Wat fijn. Gijsbrecht laat nog wel zijn jongere broer achter de, 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 de vertrokken, de gevluchte troepen aangaan. Uh, maar eigenlijk heeft hij het idee: het is gelukt, we hebben het doorstaan. Wat gebeurt er nou? Op een gegeven moment komt zijn jongere broer, Arend, komt terug met een vosmeer. En wat blijkt nou? Die vosmeer is stiekem een achtergelaten spion. En uh, die uh, spion die, uh, kijkt om zich heen en die zegt: Van er is hier, uh, jullie hebben flink geleden. Nou, je hebt geluk, buiten de poort staat uh, een boot. Met hout dat jullie goed kunnen gebruiken uh, voor het vuur, want het is ook koud. Dus uh, laat die boot maar binnen. En gijsbrecht gelooft die vos meer. Maar wat is er nou aan de hand? In die boot zitten vijandelijke soldaten. Op het moment dat die boot is binnengehaald, komen die soldaten eruit en alles en iedereen, ook het klooster, wordt in de pan gehakt. Hé hey jongens, Zien jullie de directe verwijzing naar het paard van Troje? Ja, het paard van Troje wordt binnengehaald en daarin zitten de vijandelijke troepen. En trouwens, er zit nog een andere verwijzing in, namelijk naar het turfschip van Breda. Namelijk een list van Maurits, die soldaten in een boot met turf verstopt en op die manier uh, de, uh, Breda verovert op de Spanjaarden. Maar goed, ook hier. Wordt dat thema gebruikt. En um, nou, zoals ik al zei. De boel wordt helemaal in de pan gehakt. En uh, de vrouw van Gijsbrecht zegt. Kom Gijsbrecht we gaan vluchten. En uh, Gijsbrecht zegt. Nee natuurlijk niet. Ik sta voor mijn volk. Ik blijf bij mijn volk. Ik blijf vechten voor mijn volk. Tot mijn laatste snik. En op dat moment komt Gabriel. Als een soort deosex magina. Komt eraan en die zegt van. Beste Gijsbrecht. Ga er nou maar vluchten, want deze stad zal over 300 jaar herreizen als een grootste stad. En Gabriel verwijst daarmee naar de gouden eeuw die Amsterdam op dat moment doormaakt. Een prachtige verwijzing dus. Nou, Vondel heeft dit treurspel uh, geschreven um, omdat uh, de. ...nieuwe Stadsschouwburg wordt geopend. Op de plek trouwens waar eerst die Neder-Duitse Academie staat. Aan die Keizersgracht waar ik het eerder over had. Alleen nu wordt het dan een stenen gebouw. En nou ja, er moet uh, een stuk gespeeld worden... Met, ...waarin natuurlijk de grootheid van Amsterdam wordt bezongen. Nou, dat doet Vondel dus op deze manier. Ja, dat de stichters van Amsterdam heldhaftige uh, heersers waren... en uh, Oké, okay. er is wat fout gegaan, maar de grootheid van dat volk zal terugkomen. En inderdaad, Amsterdam deed het toen ontzettend goed. Trouwens, wat wel leuk is... De verhaal van Gijsbrecht van Amstel speelt zich natuurlijk af in de middeleeuwen. En ik had het net al over kloosters. Dat waren natuurlijk katholieke kloosters. En... Um, het was de bedoeling dat de Grijsberg van al opgevoerd zou worden met de opening van die nieuwe Schouwburg. En, um, maar ja, gereformeerde uh, uh, dominees die hadden gezien van, hé, hey, er zitten Rooms-Katholieke elementen in, dat willen we niet. Vondel, dan moet je die eerst even uithalen, anders wordt het stuk mooi niet opgevoerd. Dus uiteindelijk is het pas iets van een week of anderhalve week later uh, opgevoerd. Dat is een leuk weetje. Um, goed, We hebben het al, ik heb al heel veel verteld over Vondel. Wat, wel, um, wat je eigenlijk ook wel moet weten over Vondel is: um, Vondel heeft ontzettend veel pech gehad. Ja, um, al zijn kinderen stierven, uh, zijn vrouw stierf, uh, zijn zoon die op een gegeven moment de kousenwinkel van hem overnam. Uh, kreeg een tweede vrouw. En dat was een vrouw die het er nogal, nogal van nam, nogal wat geld uitgaf. Dus die zoon die ging failliet. Uh, Vondel nam de schulden van zijn zoon over. En werd daardoor zelf bijna uh, bankroet, zat ineens aan de grond. En wat er toen gebeurde is, en dat geeft toch wel aan hoe, hoe zijn grootheid toen al gewaardeerd werd. Uh, de gemeente gaf hem een baan. Als 70-jarige ging hij nog aan de slag. Als boekhouder van de gemeente Amsterdam. En heeft hij tien jaar gedaan. En na tien jaar zei die gemeente: Weet je wat, ga jij maar met pensioen. met behoud van salaris. Nou, dat was uitzonderlijk. Dus je kunt nagaan hoe groots Vondel uh, toen al was. Um, en um, uiteindelijk is hij ook ja, best groots begraven. in de nieuwe kerk. Zeg maar die grote kerk die je. Vanaf de dam uh, kunt zien, die aan de dam zit. Uh, trouwens, dat was ik net vergeten te vertellen. Hoofd is daar ook begraven. Dus die twee die zitten daar, die zaten daar samen in uh, de nieuwe kerk. Maar uiteindelijk, ja, Vondel moest dus gewoon weer gaan werken. Als boekhouder op zijn oude dag. Op zijn alleroudste dag heeft hij ook nog tragedisch geschreven. Maar ik vind het wel leuk voor zo'n groots man. Zijn allerlaatste gedicht. Is zijn eigen, eigen grafdicht. En dan hoop ik dat ik het goed zeg uit mijn hoofd. Um, hij heeft geschreven. Hier leidt Vondel zonder rouw. Hij is gestorven van de kou. Briljant toch? Zo'n gigantische dichter. Die eindigt met zo'n lullig rijmpje. Over Vondel die sterft van de kou. Goed. Genoeg over Vondel. De derde grote Amsterdamse dichter die absoluut niet mag ontbreken in deze les is Bredero. Veel mensen kennen Bredero nog van een lijfspreuk, zijn bekendste lijfspreuk, namelijk het kan verkeren, zoals je hier onderaan ziet staan. Het kan verkeren, dat betekent het kan ineens allemaal veranderen, tegenzitten, zo je wil. En ja, dat past ook wel goed bij het leven van Bredero. Um, zoals je ziet hier bovenaan, Bredero is niet oud geworden. Hij is maar 33 geworden. Um, hij was een zoon van uh, een niet onbemiddelde uh, vader. Hij had uh, een prima opleiding. Aanvankelijk een opleiding als schilder, maar er is geen schilderij van hem bekend. Um, hij was een echte Amsterdammer. De eerste helft van zijn leven heeft hij uh, aan de Nes gewoond. Eigenlijk naast die Redenrijkerskamers. Hij was ook lid van de Egentier en is later ook meegegaan naar uh, de Neder-Duitse Academie. Um, de tweede helft van zijn leven heeft hij maar een paar honderd meter verderop gewoond. Namelijk aan de Varkensluis. Dat is... Uh, hoe zou ik het uitleggen? Um, als je, met je op de Dam met je rug naar het paleis staat... Dan uh, zie je die straat waarmee je naar het Waterlooplein uh, kan? Um, dat is de Damstraat. Op een gegeven moment komt er een brug en dan gaat het over in de Oude Doelenstraat. Nou, die brug, dat was, dat was vroeger de Varkensluis. En daar in de buurt heeft hij de andere helft van zijn leven gesleten. Het was een echte Amsterdammer, dat zie je ook in zijn werk. Um, hij probeerde echt het Amsterdamse leven uh, te beschrijven, zoals de, de stadse Amsterdammers leefden. Hij probeerde ook. Uh, hun accent te schrijven. Dat zul je straks ook zien met een lied dat we van hem gaan lezen. Um, maar goed, toen die 32 was, kwam die uithalen met de sleeën door het ijs gezakt. heeft daar een enorme longontsteking aan overgehouden. Het leek nog goed te komen, maar een jaar later is hij toch ineens gestorven. 33 jaar. Um, in zijn korte leven heeft hij toch dingen gemaakt die nog steeds gelezen worden. Het bekendst zijn zijn kluchten en blijspelen. Hij was er een meester in om grappige toneelstukken te schrijven. Korte, grappige toneelstukken waren zijn kluchten. En bekendst is waarschijnlijk De Klucht van de Koe. Waar gaat het om? Uh, een, een, uh, een dief die komt bij een boer die buiten de Amsterdamse Stadswallen woont. En um, die boer die heeft een hele mooie koe. Um, die dief die zegt: Goh, ik kan, het is te laat, ik kan niet meer naar Amsterdam. Mag ik bij u slapen? En die boer zegt: Ja, natuurlijk, het is een aardige boer. Maar s'nachts gaat die dief eruit en hij steelt de uh, koe van die boer. Die parkeert hij een eindje verderop. Gaat weer terug naar bed. En de volgende ochtend, als hij wakker wordt, zegt hij tegen die boer. Beste boer, ik heb een hele mooie koe. Zou je die voor mij willen verkopen? En die boer zegt ja, natuurlijk. Dus ze gaan naar de veemarkt en uh, die dief zegt kijk, dit is mijn koe. En die boer zegt van uh, oké, okay, die ga ik voor je verkopen. Op de een of andere manier heeft die boer niet door dat het zijn eigen koe is. Dus die boer verkoopt die koe en met het geld gaat hij terug naar die dief. Die zit in een café waar zich ook allerlei rare platte dingen uh, voordoen. En uh, er wordt daar eten en drinken besteld, want er moet natuurlijk gevierd worden dat er geld is verdiend met die koe. En uh, ondertussen krijgt hij van de boer het geld, en dan zegt die dief: Nou, ik moet even weg. En die keert natuurlijk nooit meer terug. En die boer die heeft helemaal niks meer: geen geld, geen koe. En hij moet nog betalen voor het eten ook. Nou, de klucht van de molenaar is ook zo'n raar verhaal waar waarschijnlijk de 17e eeuwse toeschouwers zich. Gek om moeten hebben gelachen. De klucht van de molenaar gaat als volgt. Er is een vrouw die ook te laat is om nog uh, de, de stadsmuren binnen te komen. En die vraagt uh, aan uh, de boer, mag ik bij u slapen? En die boer denkt, ja natuurlijk mag u bij me slapen. Maar die boer denkt ook van, hé, hey, dat is een mooie vrouw. Dan wil ik wel mee naar bed. Dus die begint aan te dringen en die vrouw is er van, nee, nee. En op een gegeven moment zegt die vrouw, nou oké. Okay. Zo en zo laat kun je in die kamer komen en ik zal daar in een donker hoekje zitten en dan gaan we aan de gang. Die boer helemaal blij, nou die gaat aan het werk. Ondertussen gaat die vrouw, gaat naar de vrouw van de boer en die zegt, nou u kunt mijn plaats innemen in die kamer. En dan uh, zult u zelf uh, wel zien wat er gebeurt. Dus de vrouw van de boer neemt plaats in die kamer en als het dan donker is, s nachts, die boer die komt binnen en die ziet in het donker een vrouw. En die denkt: Oh, dat is mooi, die gaat aan de slag. Ze hebben seks. En op een gegeven moment is die boer klaar, gaat weer naar buiten. En die gaat naar zijn knecht. En die zegt: Nou, beste knecht, dit was fantastisch. Als je slim bent, ga je ook even die kamer in. Dus die knecht gaat ook die kamer in. En die gaat ook te keer op die vrouw. En dan achteraf blijkt natuurlijk wat er allemaal is gebeurd. Dus vreselijk lachen, maar ook vreselijk plat. Maar dat was blijkbaar super populair in die tijd. Bredero heeft ook ingewikkeldere Blijspelen geschreven, uh, zoals uh, Moortje. Nou, Moortje verwijst naar een bruine Slavin die uh, Ritsert cadeau wilde doen aan een hoeren op wie die indruk wilde maken. En dat is wel grappig. Ritsert is dezelfde naam als die schuimmarcheerder uit het stuk Warenar van Hoofd. Kijk die twee kenden elkaar, kenden waarschijnlijk ook wel elkaars stukken. En dat ze dan allebei gebruik maken van zo'n naam Ritsert... ik denk dat ze leentjebuur van elkaar speelden en, of misschien waren het wel gewoon namen die algemeen werden gebruikt in dat soort stukken. Um, een ander stuk dat dan geschreven is, net als de Warenar, om opgevoerd te worden in de Nederlandse Academie, dat is de Spaanse Brabander Jerolimo en wat moet je daarbij voorstellen? Ja, er is een uh, iemand die zich voordoet als een rijk koopman uit Brabant en uh, uit het zuiden in ieder geval. En uh, ja, die ligt de hele boel op. Maar wat wel leuk is, en dat is net als bij Warenar, de toeschouwers die zien op een gegeven moment hoe de Limo door Amsterdam loopt en alle, beschrijft wat hij ziet. En dat is gewoon echt het Amsterdam van toen. Dus de Amsterdammers moeten dat gewoon herkend hebben in een stuk. En misschien werden er zelfs bekende marktkoopmannen genoemd. die ja, op dat moment ook bij het publiek bekend waren. Dus, uh, nou ja, ook dat zag je bij Warenar. Dus die kunstenaars beïnvloeden elkaar. Maar het was vooral Bredero die er een ster in was. om dat Amsterdamse stadsleven te beschrijven. Natuurlijk heeft hij niet alleen maar blij spelen en kluchten geschreven. Hij heeft ook ontzettend veel liederen en, en uh, gedichten geschreven en die zijn postuum, dus na zijn dood zijn die verzameld in het boertig, amoureus en aandachtig groot liedboek. Boertig betekent grappig, amoureus we hebben we het over liefde en aandachtig groot liedboek. Aandachtig betekent godsdienstig. Ja en het amoureus ja, het kan verkeren. Het zat Bredero niet mee. Hij is meerdere keren verliefd geweest, maar hij heeft nooit de liefde van zijn leven uh, mogen vinden. Um, het lied dat ik uh, met jullie wil lezen, dat is een, een boertig lied. Een grappig lied en een behoorlijk bekend lied. En daarom wil ik het jullie in ieder geval even laten zien. Ja, ik noem, uh, het, het heet Boerengezelschap. En wat wel leuk is, um, toen ik studeerde, was er ooit iemand die kunstwetenschappen studeerde en die ook zanger was. En die had op de een of andere manier uh, gevonden wat de wijs was, de melodie was die bij dit lied hoorde. En ik ga nu een poging wagen, zodat jullie ook een beeld krijgen van: oh, dus zo klonk het ongeveer. Natuurlijk weet ik het accent niet, want ik heb niet in die tijd geleefd en er waren geen opnames, maar die melodie, die heb ik volgens mij nog wel onthouden. Hier zie je het lied. Ik zal het proberen. Arend Peter Grijsem met Meeuwis Jaap en Leen en Klaasje en Kloentje die trokken het samen heen naar het dorp van Vinkeveen, want oude Frans die gaf zijn gangs, die worden overheen. Nou, wat staat hier? Er is een, een club, dat gaat naar het dorp van Vinkerveen, want er is een feest. Er staat, want oude Frans, die gaf zijn gans. Die worden een offering. Wat moet je je daarbij voorstellen? Er is blijkbaar een Frans, een oude man, en die had een gans. En wat deden ze dan? Ja, geloof het. Ze hingen die gans op zijn kop en dan moest je er of met een boot of op een dier onderdoor... En dan moest je proberen die ganzenkop vast te houden en te blijven hangen. En dat werd dan door meerdere mensen gedaan. En degene die het uiteindelijk lukte om die kop eraf te trekken, die had gewonnen. Oude Frans, die Grafse Gans, die werd er afgereden. Dat staat er eigenlijk. Vond je trouwens op, dan staat hier Oude Frans. Niet Frans, NS, maar Frans. Ik denk dat dat... De benaderingen was van het Amsterdamse accent. Oude Frans gaf zijn gangs. Ik heb geen idee, maar dat, dat vermoed ik. We gaan verder met het lied. Arend Pieter Grijse, die was zo rijn in bruin. Zijn hoed met bloemfluweel, die zat hem vrij wat kuin. Wat scheefjes en wat schuin. Zodat ze bloot en nauwe nood stond half op zijn kruin. Er wordt gewoon beschreven hoe die eruit zat. met zijn hoed. Zag met zijn hoed scheef. Maar Meeuwis en Leentje en Jaapje, Klaas en Kloen, die waren een klied nog op het hout fatsoen, in het rood, in het wit, in het groen, in het grijs, in het grauw, in het paars, in het blauw, gelijk de huislui doen. Het gaat, we hebben het hier over huislui, dus het simpele volk. Als nou dit volkje te Vinkenveen aan kwam, daar vonden ze Keesje en Teunus en Jan Schram en Dirk van Diemerdam. Met Simon Sloot en Jan de Dood, met Thijs en Waren Bram. Oké, okay, het hele volk was er. De meisjes van de vecht en van de Vinkenbuurt, die hadden hun tuigje wonderlijk geschuurd. Ze hadden hun tuigje hadden ze mooi gemaakt, ze wilden het dus mooi uitzien. Oh, ze waren zo erg maar denkt eens, Vij had langer zij haar ongeruim gehuurd. Ze hebben dus niet eens allemaal hun eigen spul. Ze lenen het een beetje van elkaar en proberen er knapper uit te zien dan dat ze eigenlijk zijn. Ze gingen in het gezelschap, ze sloot zich aan bij het gezelschap. Daar worden zo eens flink gegeten, gedronken, gezongen, gedreumeld en gedangst, gedobbeld en gekangst. Men riep op wijn, het moest zo zijn, elk buurman was zijn langst. Iedereen deed stoer, alsof die zich heel wat voorstelde, en er werd flink gedronken. Maar Meuwers en treintje, die zoete slechte slooi, die liepen met mankander uit huis in het hooi. Met zulk vlooi, en zulk gevoed, het was zo zoet, men dacht het was zo mooi. Alweer gearend, die trok het eerst het mes, te gepiet, krankhoofd en korzelige kes. Met brandt van Kalenes. die nam een greep. Hij kreeg een keep, met nog een boer vijf, zes. Oké, okay, een mes wordt getrokken, er wordt gevochten, er wordt gesneden en gestoken. De meisjes die liepen en lieten dat geschil. Kannen, nog kandelaars, nog niet herstongen stil. Alles werd gebruikt om mee te vechten. Maar Kloens die stak en heel. zo dapper uit dat een veenpuit Daardoor ter aarde viel. Oké, okay, er was dus eentje, Kloens, die zo enorm aan het steken en slaan was, dat er eentje van die veenboeren dood neerviel. Simon nam de rooster, de beuzem en de tang, en wierp ze Ebert en Krelis voor de wang. Het goedje ging zijn gang. Het zijde het glas, of waar het dan was, mijn blijven was niet lang. Nou, het wordt helemaal huis, iedereen vecht en hij zegt, ik ga er vandoor. En daar komt dan de boodschap. Gij heren, gij burgers, vroom en welgemoed, meid der boerenfeesten, zij zijn zelden zo zoet of het kost iemand zijn bloed. En drink met mij een roemer wijn, dat is jou wel zo goed. Dus hij zegt: ga niet naar die boerenfeesten, want dat is altijd puinhoop. Ja, dat heeft bredero ons nagelaten. De man die gespecialiseerd was in het weergeven van het gewone volk en het volk laten lachen. Ik heb nu drie Amsterdammers genoemd. En ja, eerlijk is eerlijk. In Amsterdam gebeurde ook het meest. Maar echt niet alleen in Amsterdam. Um, ik wil nu twee Hagenese de revue laten passeren. En de eerste, dat is Huygens. En Huygens. Dat is eigenlijk de enige Nederlander die het Renaissance-ideaal van de Homo Universalis, de algemeen ontwikkelde man, uh, benaderde. In de vorige les over Middel-Nederlandse literatuur um, ja, heb ik het uh, uh, gehad over uh, de Homo Universalis, de uh, Leonardo da Vinci, de man die zich overal, in ontwikkelde, van alles probeerde. En ik had toen gezegd: Leonardo da Vinci, dat is voor mij eigenlijk het beginpunt van de Renaissance. De man die zich ontwikkelt, die dingen wil onderzoeken. Um, ja, in Nederland is het alleen Huygens die kan zeggen: Ik heb ook bijna alles beoefend en weet ontzettend veel. Kijk, hij was inderdaad ook een dichter, maar hij was ook uh, een componist. Hij maakte muziek, hij speelde zelf ook muziek. Hij was ook architect, hij heeft zijn eigen huis heeft hij, uh, ontworpen. De Nederlandse Homo Universalis Huygens. Um, een bijzondere man, dus. Toch moet ik eerlijk zeggen: goed, hij was heel slim, hij kon heel veel. Um, en hij heeft ook goede dingen geschreven. Maar datgene waar hij vooral bekend mee geworden is, datgene wat hij geschreven heeft. En dat zijn de puntdichten, ook wel epigrammen genoemd. En ik zal er een paar voorlezen, laten zien. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het meer uh, ja, woordspelletjes vind dan echte kunst. Huygens was ook uh, zelf iemand die zei van ja, otium-negotium, verhouding tussen vrijheid en werk. Ja, dichten, dat is voor mij echt een hobby. Iets wat ik erbij doe. Als ik klaar ben met negotium, is er nog wat tijd voor otium, voor dichten. Nou, even een paar epigrammen van hem. De eerste heet Grafschrift. Hier ligt een man in de as. Zo gierig al zijn leven. Hij wou de geest nauw geven, omdat het geven was. Zie je? Een woordspelletje met de geest geven, doodgaan. Dat wil hij niet, want hij wil niet geven, want hij is gierig. De volgende, een tik grappiger. Wip, moet je even weten, dat betekent galg. Dirk was ter wip verwezen en liet niet een traan. Hij zei, wat zou ik vrezen, het is met een wip gedaan. En de laatste, vind ik persoonlijk de beste, dubbele neel. Neel had haar vrijers en haar man gelijk dat menig vrouwtje kan. De man zei: "Ja, herkind, we zijn goed met elkaar." "Och ja," zei ze. "Ik altijd en meende met elk ander." Nou, leuke woordspelletjes. Maar het was wel echt een intelligente man, man met talent en ehm um, ook een man met pech, want na tien jaar huwelijk overleed zijn vrouw. En daar heeft hij uh, meerdere gedichten aan En uh, hier zie je een sonnet. jullie weet ondertussen wat het is. Dat hij heeft geschreven op zijn vrouw. Op Sterren. Op de dood van Sterven. Staat bij Cupio Dissolvi. Dat betekent volgens mij: ik wil sterven. Ik wil ook dood. Of droom ik en is het nacht, of is mijn ster verdwenen. Ik waak en het is hoog dag en zie mijn sterren niet. O hemelen die mij haar aangezicht verbiedt, spreek mensentaal en zeg waar is mijn sterren henen. De hemel slaat geluid, ik hoor hem door mijn stenen, door mijn zuchten. En zegt, mijn sterren staat in het heilig gebied, waar zij de godheid, waar de godheid haar beziet en Voegt het lachen daar, belacht mijn ijdel wenen. Nee, en zie je die vergelijking met Constantijnje van Vondel? Hij zegt: Sterren is nu in de hemel, en ja, er, eigenlijk wordt daar ge, gelachen om mijn gehuil, want het is niet nodig. Ik, ik hoef er niet om te huilen. Nu dood, nu snik, meteen verschenen en voorbij, nu. Doorgang van een steen, van een gesteend in leven, dun schutsel, sta nabij. Ik zal het u te dank vergeven. Hij zegt: laat mij nu doodgaan. Ja, de overgang van leven naar dood, het is zo klein, het is zo dun. Het is een grafsteen dik. Gesteen, een woordspel met steen. Met... Goed. Kom, dood, en maak mij koorts van deze koortsen vrij. Van mijn pijnkoortsen, van mijn. Verdriet van mijn. Ik verlang in het eeuwig licht te samen te zien zweven: mijn heil, mijn lief, mijn lijf, mijn God, mijn ster en mij. Ja. Hij wil naar zijn geliefde sterren. En dat is wel te snappen. Je ziet dat hij hier toch ook weer intelligente spelletjes speelt met woorden. Huigens. En dan de laatste. De laatste die ik toch moet noemen. Jacob Katz. Katz was overigens, net als Johan van Olde-Warneveld, raadspensionaris. Um, misschien heb je wel eens gehoord van het Katzhuis trouwens. Dat is het huis waar hij woonde. En dat officieel nog steeds door minister-presidenten van nu uh, gebruikt mag worden als woning. Nou gebeurt dat, geloof ik niet. Maar. Um, hij was dus raadspensionaris en uh, Jacob Katz werd ook wel vadertje Katz genoemd. En nou ja, misschien omdat hij een soort vader las, was voor het vaderland in zijn, in zijn functie, maar misschien ook wel door zijn gedichten. Want um, het doel van zijn gedichten was niet om mooie kunst te maken. Nee, Jacob Katz was. Echt een man die mensen wijze lessen mee wilde geven, als een wijze vader. Ik heb hem eigenlijk altijd een beetje gezien als een voorloper uh, van de dominee-dichters uit uh, de 18e eeuw, maar dat komt een, uh, een les later. Um, de reden dat ik hem toch noem, um, ondanks dat hij niet die. ...ja, schoonheid in de kunst wilde... ...wat wel hoort bij de Nederlandse literatuur van de Renaissance... ...dat is omdat hij waanzinnig populair was. Er wordt wel gezegd dat uh, na de Bijbel zijn werk het meest verkocht werd. Nou ja, dan kun je er moeilijk in een les over de 17e eeuw uh, aan voorbij gaan. Um, hij heeft wel meer geschreven, maar ik ga in op... Twee bundels die hij heeft geschreven. waarin die lessen voorkomen. omdat dat volgens mij wel een duidelijk beeld geeft van meneer Kats. De eerste bundel is zinnen- en minnebeelden. Dan had je steeds een plaatje. en bij dat plaatje zat dan een gedichtje. en er zat een wijze les in. Nou, hier één zo'n wijze les. Ei, let hoe zoet de linker speelt. Zegt, Kijk eens hoe goed. De, nou laat ik hem maar even fluitist, hier speelt. Hoe zoet zijn listig pijpje kweelt. Hij let eens hoe zijn fluitje gaat en hoe zijn kwakkelbeentje slaat. Al tot de vogel is in het net. Want deze linker, dat is iemand die met een fluitje vogeltjes lokt om vogeltjes te vangen. Al tot de vogel is in het net en dat hem het vliegen is belet. Maar dan zo is het zoet geluid, dan is terstond het speeltje uit. Dus zodra hij heeft wat hij wil hebben, stopt hij met dat mooie fluitspelen. Het is van ouds niet vreemd gezegd: let op een mens wanneer hij vlijt. Let op een mond die zoetjes lacht, maar als hij van tevoren pacht. En daarom zeg ik heden nog in schone woorden: leid bedrog. Dat is hier dus een waarschuwing. Waarschuwing voor flyers. Mensen die voor, voorheen helemaal niet aardig deden, nu ineens aardig deden. Kijk uit. En dan heb je de vergelijking met die linker op zijn vliegt. Um, jaren later komt hij dus met nog een bundel, bundel spiegel van de oude en nieuwe tijd. En eigenlijk gaat hij daarin gewoon door met de lesjes waar hij gebleven was. Ik zal er eentje voorlezen. En dat is ook de laatste trouwens van deze les. Kraut de zeug in hare nek, kriebel het varken in de nek. Het beest gaat liggen in de drek. Met kinders die men heeft getild en dient niet alle tijd gespeeld. Hey, vergelijkt hij nou kinderen met het varken? Want schoon men die ten hoogste mint en boven mate heeft gezind, nog kan het echter niet bestaan hen ongetucht te laten gaan. Jacob Katz zegt hier gewoon, je moet die kinderen niet de hele tijd strelen en fijn met ze. Nee, je moet ze af en toe straffen. Want ouders van te zachte mond zijn voor de jongheid ongezond. Men houdt dat meest de kinderen zijn gelijke mak en welig zwijn. Kinderen zijn net als die zwijnen. Dat zo men het troetelt in de dek, zo gaat liggen midden in de drek. Dus zo geen tracht naar deugd en eer. Dus als je deugd en eer wil, streelt uw kinders dus niet te zeer. Nou, dat is een mooie laatste les van Jacob Katz en deze les van Online Nederlands. Ik geef het toe, dit was een behoorlijk uitgebreide les. Maar ja, zoals ik al zei, de Renaissance was een enorme turbulente periode. Dat was en gebeurde gewoon ontzettend veel en daar kun je niet zomaar voorbij gaan. In de kerk waren enorme veranderingen. De adel onderging allerlei veranderingen, was niet zomaar altijd weer meer de baas en de burgerij kwam op. En uh, literatuur had gewoon veel betekenis in die tijd met hun redenrijkerskamers en ze probeerden van alles door de oudheid na te volgen. Ja, en je moet dan toch in ieder geval hoofd Vondel, Bredero, Huygens en Cats eens langs zien komen. Anders kun je niet zeggen ik heb iets geleerd over de Nederlandse literatuur in de renaissance. Ik hoop dat het ondanks de hoeveelheid toch duidelijk en overzichtelijk is en dat je nu een beeld hebt van Nederland en met name Amsterdam in de 17e eeuw, en dat je de verhalen die je gaat lezen daartegen kunt plaatsen. Ik dank je voor je aandacht.